Goedemiddag bij Reuring Online. We zitten in de glazen zaal. We zullen straks nog even de gasten voorstellen, maar het is een wat vreemde ervaring. Normaal sta ik voor die deur met een prachtige bank en een prachtige stoel en een podium. Met een zaal vol met mensen. Maar corona maakt dat we het niet meer kunnen doen met 200 mensen in de zaal. We doen het online. Dat zullen we straks ook proberen uit te leggen aan iedereen die meedoet. We hebben drie gasten wel in de zaal. Dat zijn Nathalie van Berkel, Simon Sipma en Menno Spaan. We zullen ze straks met hulp van Loes voorstellen. En we hebben drie gasten die op afstand meedoen. De gastvrouw uiteraard, Loes Mulder. Leo van Loo uit Brussel en Alex Brennemeij uit Luxemburg. Dus we kijken over onze grens heen. Het concept van Reuring blijft overigens hetzelfde. De bedoeling is dat we wat pittig gesprek hebben met hier en daar wat humor over een ingewikkeld onderwerp. Ik denk dat het mij geen moeite kost om onnozele vragen te stellen. Dat geeft de anderen de gelegenheid om te schitteren in echt perfecte kennis. Dus weet al wat jullie te wachten staat. We zullen jullie die deelnemen op afstand betrekken in de loop van het gesprek. Maar we beginnen eerst even met de gasten en in het bijzonder met de gastvrouw. Het is een mooi onderwerp. We hebben even zitten aarzelen. Past het in deze tijd van zoveel politiek gesprek over toeslagen? Maar het leek ons juist op dit moment met de deskundigheid die we ook in deze groep hebben, met ook de deelnemers op afstand, om over de inhoud van het onderwerp te spreken. Dus je moet niet weglopen voor een ingewikkeld onderwerp, dan moet je het juist over hebben. Maar dit is geen politiek gesprek, dit gaat over hoe je omgaat met kinderen, dit gaat over hoe je omgaat met automatisering, dit gaat om de overheid die aan zet is om dingen te verbeteren. En ik hoop dat we daar een heel mooi en pittig gesprek over hebben. Maar dat brengt me bij jou, Loes. Fijn dat je onze gastvrouw wil zijn vandaag. Je bent op dit moment secretaris-generaal bij Sociale Zaken. Ik vermoed dat het onderwerp toeslagen wel eens aan de orde is bij jullie. Ja, correct. Correct. Oh, dat was zo'n open vraag, Loes. Ja. Dit was het idee dat ik dan nu ging vertellen waarom ik het zo fijn vind dat we het hier over gaan hebben. Dat was de volgende vraag. Ah, oké. Okay. Wat maakt dat je het leuk vindt? Misschien zal ik daar even wat over zeggen. Nee, kijk, toeslagen is natuurlijk voor ons een superbelangrijk onderwerp, want het hoort bij inkomensondersteuning. En we hebben natuurlijk net met de kinderopvang toeslag, zitten we nog steeds in een bijzonder heftige tijd. En we staan tegelijkertijd op een moment dat eigenlijk alle betrokken organisaties erover nadenken en al over na hebben gedacht van hoe we verder moeten met dit stelsel. De toeslagen zitten bij Binnenlandse Zaken voor de huur, bij VWS, bij SZB en bij Financiën. Het is een samenwerking en we hebben DG Toeslagen die de uitvoering doet. En ook samen denken we na over hoe moeten we verder met het toeslagenstelsel. Want één ding weten we zeker, dat het anders moet. En dat is nog een keer heel duidelijk geworden in de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar ook daarvoor is er al vaak en lang, zeker al 10 jaar lang, regelmatig opnieuw geagendeerd. Moeten we niet naar een ander stelsel. En dat is heel taai, omdat het super complex is. En de reden dat we wel al langer breder pleiten voor het overgaan naar een ander stelsel, is dat ons huidige toeslagenstelsel kent heel gericht inkomen, deelt heel gericht inkomen toe. Maar dat heeft hele grote kwetsbaarheden voor de mensen die ontvangen. Het heeft een schaal die echt absurd is. Het is een aanvullende inkomensondersteuning. En 3/4 van de huishoudens in Nederland maakt er gebruik van. Zo'n 5,7 miljoen huishoudens. 3/4? Ontvangt een toeslag. Ja. Wauw. Ja. Ja, dus zo groot is het. En iedereen loopt de kans dat bij de definitieve vaststelling van hun inkomen dat de terugvordering plaatsvindt, omdat er met voorschotten wordt gewerkt. En de grootste risico's liggen bij de laagste inkomens. En nou, inmiddels is dat breed geaccepteerd als iets. De Kamer heeft zelfs een kamerbrede motie aangenomen dat dat stelsel op de schop moet. Maar de vervolgvraag is hoe dan? Ja. Ja. Daar liggen ook heel veel scenario's en opties en varianten voor klaar. Maar wat ik heel inspirerend vond, is om even vanuit een andere invalshoek van hoe België hiermee om is gegaan, hierop te reflecteren. En ook te kijken of we wat breder, want we zitten hier natuurlijk niet samen met de diensttoeslagen en alle ministeries. We zitten met een aantal mensen die wat verder van afstaan, om even op een andere manier hiernaar te kijken. Dankjewel, Loes. Wat hoop je dat we in het gesprek aan de orde zullen hebben? Of
Wanneer ben je, ik meestal vaak, als je hier in de zaal bent, wanneer ga je huppelend naar huis? Dus wanneer ben je blij als we het gesprek hebben gevoerd? Wanneer ga ik huppelend door mijn eigen huis? Ja. Nou, als je misschien toch weer wat extra noties hebt die helpen straks bij al die keuzes die gemaakt moeten worden. Wij zullen dat natuurlijk, hè, dit wordt een zwaar onderdeel van de formatie, verwacht ik. Daar zullen wij ook technische ondersteuning op verlenen. En alles wat daar aan extra inzichten helpt, vind ik fijn. Dus, ideeën, ja. Gedachten, mogelijkheden. Ja. Oké. Okay. Ja. Je doet mee aan het gesprek, dus onderbreek mij of het gesprek, als je denkt dat het onvoldoende aan de orde komt. Jij mag als geen ander mij corrigeren. Alleen de komende anderhalf uur, dat weet je. Maar doe dat. Zou ik met jouw hulp de gasten mogen introduceren? Zou je de eerste gast willen introduceren? Zeker. Onze eerste gast kent de uitvoering als geen ander. Het CJIB en de Belastingdienst deed hij als grander. Hij zet zich graag in voor de mensen voor wie we als overheid werken en kwam in 2018 de Sociale Verzekeringsbank versterken. En nu is hij bestuursvoorzitter van de overheidsorganisatie van het jaar, Simon Sipma. Welkom, ook al zit ik hier en ben jij daar. Hoe bevalt dat, Simon, door de SG van Sociale Zaken poëtisch te worden ingeleid? Ik vond het echt een heel mooi gedicht, Loes. Het deed me denken aan een televisieprogramma waarin mensen op deze manier worden geïntroduceerd. Ik weet niet meer precies welke, maar... Zal ik je zeggen, we zijn ooit begonnen door het jatten van Reur. Maar, dat zegt wel hoe oud jij bent, Simon. Ja, dat moet dan wel. Maar daar herken ik jou ook in terug, in die presentator van Reur. Nou, ik heb nog wel een streepjes over hem, maar ik heb inmiddels een probeertje aan. Allereerst gefeliciteerd, wat Loes al zegt. Jullie zijn overheidsorganisatie van het jaar geworden. Waarom is dat eigenlijk? Nou, omdat de SVB, denk ik, de mooie combinatie heeft gevonden om heel erg geruisloos via een goed lopende ICT-machinerie uitkeringen, miljoenen uitkeringen te verstrekken, elke maand weer heel voorspelbaar en ook vrijwel foutloos, rechtmatig en op tijd. Maar daarnaast ook met behulp van medewerkers maatwerk kan leveren als burgers in ingewikkelde en complexe situaties terechtkomen. En dat noemen wij de bedoeling. Ja. Dat betekent dat onze medewerkers natuurlijk binnen de wet opereren. Maar soms zijn de situaties waarin burgers terechtkomen zo complex dat je, als je de wet toepast, je het eigenlijk alleen maar erger maakt. Nou goed, daar hebben we natuurlijk de voorbeelden ook wel van in de kranten gelezen. En de SVB heeft een aantal jaren geleden dat concept van de bedoeling van de wet ontworpen en ontwikkeld en daarmee geoefend. En daarmee ook onze medewerkers op de verschillende locaties geleerd om vanuit de bedoeling van de wet te denken, dat met elkaar te bespreken. En daar ook een soort fundament onder te liggen om een andere beslissing te nemen dan die rechtstreeks uit de business rules van de wet zou kunnen voortvloeien. Die krijgen niet op een donder van jou? Nee, die krijgen zelfs een compliment. Dus hoe meer ze afwijken van de wet, hoe meer complimenten? Een ander punt is dat wanneer ze ontdekken dat ze heel vaak van de wet moeten afwijken, dat ze dan met ideeën naar ons toe komen die wij weer met het departement van Loes bespreken om te kijken hoe kunnen we de wet nou vereenvoudigen. Want de bedoeling van de wet is meestal helder. Ja. Maar we hebben het vaak zo ingewikkeld in de wettelijke regels vastgelegd dat die bedoeling niet altijd uitkomt bij de meeste burgers, of bij veel burgers. Nee, dat is overigens een euvel wat we bijna in al onze wetgeving hebben. We maken onze wetten zo mooi dat ze bijna onhanteerbaar zijn. Maar worden ze inmiddels aangepast, die wetten? Nou, daar doen we ons best voor. En nou ja, zoals iedereen heeft kunnen lezen, zijn er ook wel voornemens van de politiek. Dat lees je ook in het rapport wat vorige week verschenen is, tijdelijk commissie uitvoering, om wetgeving vereenvoudigen. En als SVB vind ik ook dat we aan onze stand verplicht zijn om daar ook in voorop te lopen. Dus we gaan ook een vereenvoudigingsagenda maken. Oh, met soms grote dingen en soms ook hele kleine wettelijke regels die jaren geleden zijn ontworpen, maar die gewoon hun bedoeling voorbij schieten, te complex zijn. En ja, het is wel een beetje mijn persoonlijke streven om een bijdrage te leveren aan vereenvoudiging van de interactie tussen burgers en overheid. Maar goed, daarbinnen hebben zelfs jouw medewerkers ruimte om, wat dan heet discretionaire bevoegdheden, om afwijkingen toe te staan, mits het binnen bepaalde marges is. Is dat hun eigen inschatting? Dat is niet alleen hun eigen inschatting, maar we stimuleren ook vooral medewerkers om dat met elkaar te bespreken. Ja, ja. En dat is natuurlijk niet alleen de medewerker in de uitvoering, maar ook de bezwaarmedewerker, de juridische medewerker. Dus het ook voorkomen, zeg maar, dat er lagen ontstaan in een organisatie waardoor goede uitvoering van de bedoeling weer stagneert, omdat juridische invalshoeken de andere kant op wijzen. Dus die horen ook in het hele proces een plek te hebben. Dus jullie praten veel met elkaar? Dat is wel de bedoeling. Oké, okay, we komen straks bij de Vlaamse oplossing, maar dit is in ieder geval een deel van de Nederlandse oplossing. Ja, een deel van de Vlaamse oplossing lijkt hierop, hè? Ja, oké, okay, daar gaan we het straks over hebben, Simon. Wat zou jij wensen dat we aan de orde hebben in ons gesprek?
Ik vind in het Vlaamse systeem aangrijpingspunten zitten voor de herinrichting van ons eigen stelsel. Dus reagerend op Loes, dat is de opdracht aan het kabinet, het volgende kabinet, om het toeslagenstelsel te herontwerpen. Hier zitten een paar mooie aangrijpingspunten in, dus die zou ik wel ook graag willen bespreken en bespiegelen. Gaan we zo meteen doen. Dan vraag ik Loes eerst om de volgende gast te introduceren. Onze tweede gast is iemand die naar Haagse begrippen van buiten kwam. Zowel van de gemeente Rotter als van Amsterdam. Inmiddels is ze lid van de Raad van Bestuur van UWV. Daar doet ze bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT. Ze werkt voor de samenleving. Besturen doet ze graag. Nathalie van Berkel, welkom in Den Haag. Voel je al Haags? Nee, ik voel me helemaal niet Haags. En dat wil ik graag zo houden. Maar ik vind dit wel een heel mooi gedicht, Loes. Dank je wel. Maar goed, je hebt gewerkt in Rotterdam, je hebt gewerkt in Amsterdam, maar op dit moment sinds 2019 bij de UWV. Ja. Is dat anders bij een rijksinstelling? Ja, dat is anders en tegelijkertijd hetzelfde, omdat je werkt voor de overheid, voor de burger. Dat deed ik in Rotterdam, in Amsterdam en nu bij UWV. Dus dat is hetzelfde. En wat anders is, is dat je nu landelijk opereert. Dus dat de schaal is groter, de vraagstukken zijn groter. Maar in essentie gaat het wel steeds over hetzelfde. En in complexiteit ontloopt het elkaar niet? Nou, ik denk in complexiteit van de organisatie een beetje. In complexiteit van de systemen zeker wel. Omdat alles gewoon heel veel groter is bij ons. Ja. Nou, heb je ervaring, als ik het goed heb gezien, ook in de wereld van ICT... en dienstverlening. Hoe doen we het in Nederland eigenlijk op dat punt? Jeetje, wat een ingewikkelde vraag. Nee, ik stel eenvoudige vragen, maar de antwoorden zijn soms wat... Oh ja, oké. Okay. Hoe doen we dat in Nederland? Nou, ik denk dat... Simon zei daar net al iets over. We hebben heel veel wet en regelgeving die ook behoorlijk complex is. En complexe wet en regelgeving moet je ook in IT-systemen laten landen, om het maar even simpel te zeggen. Dus we hebben heel veel hele ingewikkelde systemen. Ja. Dus doen we dat goed? Nou, ik denk dat het heel ingewikkeld is en lastig is om die allemaal goed te onderhouden en ook best wel duur. Ja, die ook het risico hebben in de loop van de tijd dat het zwaan kleef aan systemen aan het worden zijn. Nou ja, bij elke wijziging die je wilt doorvoeren, zit je dus een beetje weer te frutten in al zo'n redelijk complex systeem. Ja, ja, ja. Wat zou wat jou betreft aan de orde moeten komen in dit gesprek? Of wat zou je graag bespreken? Nou, wat ik heel graag zou willen bespreken is in het verlengde van wat Simon net zei, dat we niet alleen kijken naar de inhoudelijke vraagstukken die aan de orde komen, denk ik. Hè. Dus wat kunnen we leren van Vlaanderen? Maar dat we vooral ook de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Wat kunnen we nou echt doen op korte termijn om de gedupeerden, maar ook die 7 miljoen Nederlanders die afhankelijk zijn van die toeslagen, om die zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te helpen? Dat zou ik een belangrijk onderwerp vinden. Opgave. Hou vast. Die komt zeker aan de orde. Loes, wil je de derde gast introduceren? Ook onze derde gast heeft in zijn loopbaan een indrukwekkende ervaring opgedaan en is door die ervaring met het onderwerp van vanavond erg begaan. Hij spendeert tegenwoordig als lid van de Europese Rekenkamer zijn tijd, maar wil als kundig hoogleraar en oud-ombudsman vast ook nog wel wat kwijt. Ook al zijn de andere gasten van vanavond iets nabijer, we horen je vanmiddag graag, Alex Brenninkmeijer. We zoeken altijd naar eindrijmen, Alex, maar het is wederom gelukt. Dankjewel, Loes. Jij zit op dit moment in Luxemburg. Je bent lid. Ik zit in Luxemburg en ik ben een beetje een duister figuur. Op de een of andere manier misvormt Zoom alle kleurigheid hier uit Luxemburg tot een soort zwart-wit foto, maar dat geeft niet. Ja. Ik hoop dat iedereen mij... Nee, maar kom maar de kleurrijke bijdrage, Alex, dan is dat geen enkel probleem. Ja. Kijk, mijn bijdrage is in de eerste plaats heel erg streng. Ja. Wat ik zie is dat, en dat is niet een proces van 5 jaar, maar van 10 jaar, 15 jaar, dat steeds aan de formatietafel keuzes worden gemaakt, politieke compromissen, die op een termijn van 2, 3, 5, 10 jaar desastreuze gevolgen hebben. Voorbeeld, we hebben gehad de bestandskoppeling. We hebben gehad de automatisering bij het UWV. De toeslagen. De eerste
staatssecretaris van Financiën die daarmee geconfronteerd werd, die kwam bij mij als ombudsman en die zei, zorg je ervoor dat ik er niet over val. Dus hij was al heel erg voorbereid op de gevaren die hier verbonden zijn. En mijn boodschap luidt aan de politiek, het is een heel duidelijk boodschap aan de politiek, aan de formatietafel, geef een richting aan, maar de uitvoering van die richting, dat is het werk van professionals en niet van politici aan de formatietafel. En dan moet er een systeem uitgewerkt worden waarbij inderdaad de burger centraal staat. Want als ik eerlijk ben, moet ik constateren dat veel systemen in het verleden toch gemaakt zijn, zeg maar, vanuit het management, van hoe kunnen we het managen, hoe kunnen we grote aantallen doen, kan het geïnformatiseerd worden en dergelijke. En dat dat een weg is die redelijk desastreus is voor burgers. Dat zien we bij de toeslagen, maar er zijn vele andere onderwerpen waar dat geldt. Als je dan aan mij vraagt, maar wat dan wel? Hè, want ja, ik zeg wat niet. Ja. Ik ben heel lang rechter geweest in de sociale zekerheid. En onder andere de AOW, de kinderbijslag. Maar natuurlijk ook de WAO destijds en de andere wettelijke regelingen. En als rechter heb ik gezien dat bepaalde wettelijke regelingen glashelder, betrouwbaar uitgevoerd kunnen worden zonder veel terugvorderingen en dergelijke. En ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt zou moeten zijn voor het nieuwe systeem. Dat het niet gevoelig moet zijn voor fouten. Dat fouten in principe ook het systeem worden toegerekend en niet de mensen die in het systeem zitten. Daar ga je de goede kant op. Maar ik heb er nog meer over te vertellen, maar dat komt later dan. Volgens mij ben je op de goede weg, Alex. En ik hoop dat we zo meteen met hulp van Leo en Menno juist dit onderdeel ook van het Vlaamse model kunnen oppakken. Want dat vind ik een van de interessante punten daaruit. Nou zit je in Luxemburg en je kijkt naar heel Europa. Zijn we nou zo dom in Nederland? Dat is een hele gevaarlijke vraag natuurlijk. Nee, het is vrij onschuldig. Nou, ik denk dat dat zeg maar meer over de grenzen heel erg belangrijk zou zijn. En dat vooral voor Nederland heel belangrijk is de, zeg maar, de overtuiging, we doen het zo goed. Ja. Wat mij opvalt van een afstand vanuit Luxemburg, dat men in Nederland een zekere zelfingenomenheid heeft. Ja. Van, wij zijn de beste en dat zijn we helemaal niet. Nee. En nee, dat grote de reden nederigheid voor mijn vraag. Grote nederigheid past daarbij. Maar dat is helemaal niet Nederlands, Alex. Ja. Nee, maar ja. Oké. Okay. Dit was geen open vraag. maar ik ben toch weer even getroffen door jouw terugblik van 15 jaar. Waarin het systematisch bij verschillende formaties dus niet lukt om op de bedoelingen te gaan zitten. Maar uiteindelijk eindigt elke keer met een ragfijn systeem waar we heel lang mee bezig zijn. Wetgeving en IT-systemen. Waar we dan weer van moeten constateren dat die uiteindelijk niet het antwoord zijn op de vraag. Dus we maken vaker dezelfde fouten, als ik jou hoor. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ik zou haast durven zeggen, we maken systematisch dezelfde fouten. Ja, omdat we het zo goed willen doen? Nou ja, nee, kijk, een van de grote problemen is natuurlijk de politieke klus na de verkiezingen om tot een kabinet te komen en de verhouding tussen de politieke partijen. En dat zijn politieke vragen en men kan zeggen, meneer Brenninkmeij, u moet daar niks over zeggen, maar het is natuurlijk wel fundamenteel dat de kabinetsformatie toch gemaakt wordt tot een legpuzzel met een gedetailleerd regeerakkoord, waardoor de verhouding tussen regering en parlement verstoord wordt, maar waardoor bovendien richtingen in worden gezet die zeg maar empirisch gezien in heel veel gevallen tot mislukking leiden. Dankjewel. Ik zei al, we gaan geen politiek debat voeren, maar het is wel goed om te weten waarom het zo ingewikkeld is om veranderingen tot stand te brengen. Dus dank even voor deze toelichting. Je hebt volgens mij nog veel meer te vertellen, maar dat doen we zo meteen in de rest van het debat. Dankjewel, Alex. Loes, wil je de volgende gast introduceren? Ja. Deze gast is gespecialiseerd in publiek leiden, innovatie en menig bestuurlijke vraag. Hij schreef er zelfs boeken over, net als uw gastheer vandaag. In het voorbereidende webinar was hij al lekker aan het redeneren. Hij komt om kennis te delen, niet acquireren. Als vierde kondig ik de directeur van de Haagse Beek Organisatieadvies aan,
Hartelijk welkom in de studio, Menno Spaan. Menno, dankjewel Loes. Dankjewel. We gaan het over het onderwerp hebben van kindtoeslagen. Of zit er iets innovatiefs in dat onderwerp? Als ik kijk naar de situatie in België, zat ik in de commissie die verschillende casussen heeft beoordeeld. En uiteindelijk de jury heeft geadviseerd om ook deze een prijs te geven. Ja. En dat is de Europese internationale prijs voor innovatie. European Public Sector Award. European Public Sector Award. Ja. En wat ik heel mooi ervan vind, is dat men eigenlijk in staat is gebleken om twee dingen te doen. Dus aan de ene kant het uniformeren, standaardiseren en vergaand geautomatiseerd werken. Maar aan de andere kant ook het aandacht hebben voor de mens. En dus een fysiek loket waar iemand zich kan melden en een gesprek kan hebben met iemand. En ik denk dat de toekomst van te organiseren ligt in en-en. Een combinatie van die twee. Nou heb ik het woord innovatie altijd bij een project naar de maan gedacht. Maar dit klinkt toch heel basic? Ik denk dat de goede innovaties zijn waar je later van denkt, waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht? Nee. Oké. Okay. Dan had ik nog 5 goede vragen, maar die moet ik nog even inhouden. Je hebt het gesprek met Leo gevoerd vorige week. Wat trof jou? Wat ik met name interessant vind, is dat men daar vergaand de doelgroep centraal stelt en ook organiseert gericht op die doelgroep. En ik denk dat wat wij in Nederland doen, is veel organiseren vanuit processen. Dus wij zetten het proces centraal in plaats van die doelgroep. En eigenlijk is dat organiseren vanuit processen een hele oude manier van organiseren. Want als je teruggaat in de organisatiekunde, dan moet je 110 jaar terug, kom je bij het Taylorisme. He, dat was meneer Taylor, die ging processen in stukjes hakken en die ging dat vergaand gespecialiseerd uit laten voeren. Dat was toen heel succesvol, maar inmiddels hebben we automatisering. En die automatisering kan die routinehandelingen allemaal verrichten. Dus de technologie die we toen niet hadden, hebben we nu wel. En die kan ons heel erg helpen. De doelgroep centraal, is dat ook nog specifiek het kind centraal in dit geval? In dit geval is dat het gezin. Ja. Gezin? Ja. Oké, okay, dus niet het kind. Dan zullen we straks even precies aan Leo moeten vragen hoe het eruit ziet. In ieder geval, zoals ik het begrepen heb in het webinar dat we met elkaar hadden, alle uitbetalingen voor het kind gaan allemaal naar iemand in het gezin. Dat is waar. Ik weet niet of we dat in Nederland ook zouden kunnen. Ik vind het een vergaande manier van doordenken, maar het zou heel mooi zijn als we hier in ieder geval met elkaar kunnen verkennen wat daarin zou kunnen. Wat daar de waarde van zijn, hè? Ja. En ik ben ook heel benieuwd en ik weet dat er een hele hoop mensen meeluisteren, maar het zou prachtig zijn als we daar een aantal eikpunten voor zouden kunnen bepalen hier in dit gesprek met elkaar. Oké, hou dat vast, want dat lijkt me de opgave voor dit gesprek. En dank voor het webinar van vorige week. Loes, wil je de laatste gast introduceren? Onze laatste gast neemt vanuit Vlaanderen live deel aan dit debat. Ook hem kennen we al, omdat hij eerder in het webinar optrad. Lang deed hij als IT-manager bij het Vlaamse agentschap Kind en Gezin zijn werk. Hij maakt zich nu als directeur van het agentschap Uitbetaling Groeipakket sterk. Een goed en integraal gezinsbeleid is wat hij doet en wat hij kent. Leo van Loo, ontzettend leuk dat je er bent. Dank u wel. Leo, van harte welkom. Dank u wel. Ook dank voor het gesprek van vorige week wat je had met Menno. Dank u wel. Jouw persoonlijke achtergrond. Jij hebt zowel verstand van automatisering als van kinderen en opvoeding. Of zeg ik dat verkeerd? Zijdelings wel, ja. Ik ben van opleiding eigenlijk psycholoog. En mensen kijken daar soms raar naar wanneer ze informatisering en de bejegening van mensen samen zien. Terwijl daar zit absoluut geen tegenstelling tussen. Nee. Automatisering automatiseert processen, maar automatisering slaagt er vandaag, naar ons aanvoelen, nog altijd niet in om menselijke emotie en menselijke ondersteuning te automatiseren. En daar ligt toch, denk ik, ook voor een stuk de kern van de zaak. Ja, wat Menno al zei, dat is een van de kenmerken van de oplossing die jullie in Vlaanderen hebben gekozen. Helpt het inderdaad dat jij die dubbele achtergrond hebt? De dubbele achtergrond helpt op zich niet, maar de aandacht voor de bejegening van de mensen en van de gezinnen zelf wellicht wel. Dankjewel.
ik zat net al half in het gesprek, zoals je hoorde met Menno. Staat nou het kind centraal of staat het gezin centraal? Het groeipakket, of de belangrijkste delen van het groeipakket, zijn het recht van het kind. Maar uiteraard wordt uitbetaald aan de opvoeders van het kind, dus in de gezinscontext. Maar het groeipakket op zich, de trigger om het groeipakket uit te betalen, is het recht van het kind. Maar goed, we moeten uiteraard uitbetalen aan de opvoeders. Ja. Dus het is eigenlijk het is op basis van een recht van het kind dat het gezin ondersteund wordt in opvoedingskosten, zorgkosten en kosten om deel te nemen aan kinderopvang, onderwijs enzovoort. Dankjewel. Ik ga zo meteen aan jou en Menno even vragen, want we zijn het al aan het doen, wat de basics zijn van jullie aanpak. Maar waarom heet het eigenlijk groeipakket? Omdat het ondersteunt in de opvoeding en dus de groei van de kinderen. Dat is eigenlijk, de filosofische achtergrond erachter. Het helpt groeien. Het helpt. Het is de financiële ondersteuning die de psychosociale gezins- en opvoedingsondersteuning aanvult en helpt groeien. Het is een pakket op maat van het gezin. Ja, ja. Dus het is het groei van het kind die in het woord van het groeipakket zit. Het is de groei van het kind en het is de groei van het gezin die we eigenlijk proberen in dat filosofisch woord samen te nemen. Oh, mooi, mooi. Ja, soms moet je gewoon met eenvoudige woorden iets duiden wat complex lijkt, maar wat in ieder geval teruggaat naar de bedoeling. Nou zijn wij vaak oneerbiedig. We hebben het ook even, de Belgen doen het beter, maar de eerlijkheid gebied, de Vlamingen doen het toch beter? Maar laten we zeggen dat we nu toch in geslaagd zijn om een aantal opvoedings... kosten, zorgkosten, participatie, toelages bij elkaar te brengen. Maar bon, we maken ons geen illusie. Ook in de fiscaliteit in België, CQ Vlaanderen, ook in woonbeleid en dergelijke meer, zitten er nog heel veel toelagen, toeslagen of kosten die niet in het groeipakket opgenomen zijn. Maar het groeipakket heeft wel geprobeerd om alles wat rechtstreeks in de financiële ondersteuning van de gezinnen is, om dat bijeen te brengen in één systeem. Dus vanuit mijn perceptie is het een begin. En zou het goed zijn indien we nog veel meer dingen met elkaar, ik zeg daarom niet, samen kunnen uitbetalen, want dat is nog iets anders, maar op zijn minst met elkaar in verbinding kunnen brengen. En dat is ook in Vlaanderen zeker nog niet op alle domeinen zo. Nou, heb ik wel eens de oneerbiedige zin, het toppunt van de integraliteit is stilstand. Dus als je te veel integraal doet, dan dreigt het. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En dat is natuurlijk op het moment dat zaken te complex worden, dan is dat inderdaad iets wat je riskeert. Maar het is toch goed om een aantal incentives die voor gezinnen bestaan op een integrale manier te bekijken. Dus ik maak ook wel onderscheid tussen het integraal bekijken en het integraal of het in één hand uitvoeren. En dat laatste, daar ben ik wat beducht voor. Ja. Maar de zaken integraal bekijken, zeker niet. Nee, er is niks tegen integraal, maar je moet oppassen dat je te veel dingen met elkaar verbindt. Mag ik toch even aan Menno vragen wat jij de essenties vindt van het Vlaamse model? En Leo, als je dan even zegt of je denkt dat dat een goede samenvatting is, dan wel hoe je ons kan helpen. Ik vond het ook zo grappig, want ik zei, we zeggen altijd de Belgen doen het beter, maar het gaat over de Vlamingen. Maar daar ga je vlot overheen. Ja, ik ben daar niet zo heel hard, niet zo heel... Nee, het is goed. Voilà. Nee, maar ik zeg het even, als je dat in Nederland zegt, de Belgen doen het beter, dan staat hier alles op tilt. Dat is dus de eerste vloek die je hier in Nederland kan doen. Maar het is toch alleen in Vlaanderen waar deze oplossing... Ja, het groeipakket is alleen in Vlaanderen, ja. Prima. Menno, zou je een paar basics kunnen benoemen en dan kijken hoe we die in het gesprek kunnen betrekken? In essentie komt erop neer dat je alle toeslagen, bijdragen voor het kind allemaal centraal georganiseerd hebt. Dat die geautomatiseerd worden toegedeeld. Wat dus ook betekent dat gezinnen geen aanvraag hoeven te doen. En automatisch die bekostiging krijgen. Op het moment dat er vragen over zijn of dat er problemen worden ervaren, dan is er de mogelijkheid om naar een fysiek loket op lokaal niveau te gaan en daar ook die vragen te stellen. Wat ik heel mooi vind is dat, Loes Mulder schetst het net al eventjes aan het begin, met name kwetsbare gezinnen zijn de gezinnen die ook meer en grotere bijdragen krijgen. Zijn ook de gezinnen die het lastig vinden om zo'n aanvraag te doorlopen. Wat je volgens mij in Nederland ziet is, naarmate een gezin kwetsbaarder is, neemt het aantal aanvragen exponentieel toe.
En betekent dat ook een extra administratieve belasting die exponentieel toedoet? In Vlaanderen is dat dus precies andersom. Het wordt automatisch overgemaakt. Hè, dus je krijgt een telefoontje van iemand uit die organisatie. U heeft recht op en wij gaan dat toedelen. En dat heeft er ook heel concreet toe geleid, en dat vind ik eigenlijk het allermooiste, dat dus een hele grote groep kwetsbare gezinnen, die normaal gesproken niet deze bijdrage kregen, nu die bijdrage wel krijgen. En dat heeft er ook weer direct toe geleid dat een deel van de armoede in die gezinnen is verminderd, aantoonbaar. Leo, is dat aantoonbaar verminderd, die armoede? Ja, die is aantoonbaar verminderd. Natuurlijk, het groeipakket is 2 jaar oud, dus dit moet ook nog wel wat doorwerken. Maar dat klopt inderdaad. Hè. Wat we zeker weten is dat we veel meer gezinnen die recht hadden op sociale toeslagen of op schooltoeslagen, maar die niet aanvroegen, dat we die gezinnen nu wel bedienen. En we weten ook, want dat hebben we toch ook wel bekeken, dat gezinnen zijn die effectief in de lagere inkomenscategorieën zitten. Dus het is geen Matthäus-effect, bij wijze van spreken, waarin we gezinnen die het niet aanvroegen omdat ze het sowieso niet nodig dachten te hebben, dat we die bedienen. Het zijn wel degelijk de gezinnen die het niet aanvroegen omdat ze dachten dat ze er geen recht op hadden. En vaak waren dat gezinnen waar mensen werkten. Gezinnen waar er uitkeringen zijn, die worden heel snel op het spoor gejaagd van aanvragen en die worden daarin ondersteund en geholpen. Maar gezinnen waarin mensen werken en helemaal niet zoveel verdienen, dat zijn dan vaak de gezinnen die het niet aanvroegen omwille van allerlei redenen. Het kan met complexiteit te maken hebben, kan ook te maken hebben met het feit dat mensen dachten, ik heb daar toch geen recht op. Maar het zijn net die gezinnen die door die automatische toekenning nu wel binnen de scope gekomen zijn. Daar zit ook de groei van het aantal uitkeringen of toekenningen? Daar zit de groei, daar zit, laten we zeggen, 90% van de groei van het aantal toekenningen zit inderdaad daar. Dus in de kwetsbare groep die het ook zelf moeilijk vond om aanvragen in te dienen en die het ook het hardst nodig heeft. Ja, ik laat in het midden of ze het moeilijk vonden om de aanvraag in te dienen. Dat zal in een aantal gevallen wel degelijk zo zijn. Ja. Maar er zijn ook wel mensen die denken, ik werk dus, ik heb geen recht. Nou, op die manier. En dat is heel iets anders dan mensen die een tijd lang van een uitkering leven. Die worden heel gemakkelijk, toch in onze sociale organisaties, op het spoor gezet. Maar mensen die werken en die helemaal niet zoveel verdienen, denken ook vaak, ik heb geen recht, want ik werk. En het is zeker ook die groep die we nu meegenomen hebben. Snap ik. En we zien rond armoede dat we serieuze impact beginnen zien. Maar ik zeg het is nog maar 2 jaar oud, maar dat we de impact nu wel beginnen zien in bepaalde groepen. Over een aantal jaar kan ik daar meer over zeggen. Hoeveel tijd heeft het gekost om dit voor elkaar te krijgen? Om dan in een Belgische term te spreken over de beslissing. De staatshervorming, de beslissing daartoe, is in 2011 genomen. De hervorming is gestart in 2015 en we zijn, om het zo te zeggen, live gegaan in 2019. Menno gaf een samenvatting van de kenmerken. Zijn dat de belangrijkste punten? Of wil je daar nog dingen aan toevoegen? Ja. Ik wil daar nog één ding aan toevoegen, omdat, en dat zal in Nederland niet anders zijn, of ik heb dat toch gedetecteerd uit de vragen die Menno vorige keer stelde. We zitten eigenlijk op een driehoek. Een driehoek tussen aan de ene kant zorgen dat je iets doet wat mensen begrijpen. Aan de andere kant zorgen dat zo efficiënt mogelijk gebeurt. En efficiënt wordt vaak gelijkgesteld met zo weinig mogelijk menselijke tussenkomst. En dan de derde poot van de driehoek is zorgen dat het ook op een menselijke manier gebeurt. En wat we geprobeerd hebben met het groeipakket is dat middelpunt ergens te vinden. Want in Vlaanderen is er even goed druk om het zo efficiënt mogelijk te doen, lees met zo weinig mogelijk loonkosten en zoveel mogelijk informatisering. Maar we zoeken, de uitdaging is eigenlijk om voortdurend te zoeken naar het middelpunt tussen die driehoek. Iets wat mensen kunnen begrijpen, voorlichting, partnerorganisaties mee inschakelen en zo verder. Zorgen voor uiteraard een grote ondersteuning op informatica vlak, zodat dat zoveel mogelijk automatisch kan lopen. Maar toch ook het in stand houden van een groep mensen die gezinnen kunnen helpen in de beslissingen die het,
die zij moeten nemen of die het informatica systeem. En de mensen die helpen, zitten die ook in jouw organisatie? Die zitten gedeeltelijk in mijn organisatie. Maar vanuit mijn organisatie sturen we ook nog wat wij dan private uitbetalers noemen aan. En daar zitten ook mensen. Dus het is eigenlijk een beetje een hybride systeem, publiek-privaat. En we zijn een beetje verdeeld over de beiden. Dat heeft vooral een historische context. Maar het voornaamste is dat ze er zijn. Als we kijken naar de volledige sector, dan denk ik dat we op dit moment onze gezinnen te bedienen. Dat is 1,6 miljoen gezinnen ongeveer, dat we toch met een 700 mensen werken die die frontline functie ook opnemen. Dankjewel, Leo. Ik ga Mark, even naar Mark, ja, Loes, hier, ja. Mag ik wat vragen hierover ook, ja, tuurlijk, aan Leo? Nee, jullie mogen alles nu. Ik vond, wat ik een heel mooie benadering vond, was ook die participatie vanuit het kind benaderd. Dus dat je dat als uitgangspunt neemt. En ik had en daarmee ook eigenlijk het recht van de ouder in plaats van het kind. Dat loopt via de ouders natuurlijk. Maar ik had twee vragen. Klopt het dat het al dan niet werken van de ouders geen enkele rol speelt? Alleen de inkomenssituatie? En heeft dat nog veel discussie gevergd? Want dat zijn... Je hebt heel belangrijke vereenvoudigingen eigenlijk doorgevoerd, volgens mij. In elk geval, dat zou het bij ons zijn als je dit doet. En de andere, en die is heel belangrijk, is meer focus op de rechtzetting in plaats van terugvordering. En ik vroeg me af of je op die beide punten nog iets meer kon vertellen. Ja. Historisch gezien was de kinderbijslagregeling, waar dus het groeipakket overgenomen heeft, was een recht van een werkende ouder. Het was dus ook gebaseerd op iemand die werkte. Heel vaak was dat de vader die werkte en de moeder van het kind in die tijd die dan de bijslag ontving. Maar het was de vader, het was de werksituatie van de vader die het recht opende. En daar hebben we in de transitie komaf meegemaakt. Is dit gemakkelijker? Dat valt te bezien, want we hebben het vervangen door een systeem dat eenduidig inkomensgerelateerd is. Wat een nieuw probleem opwerpt, met andere woorden, krijg dat inkomen te pakken. Want ja. Werken of niet werken, dat is op zich een redelijk simpel criterium. Het is een beetje een dichotoom, ja of nee. We hebben dat vervangen, zeer terecht, maar nu moeten we op zoek gaan naar inkomens. Dus dat is een andere problematiek. En uw tweede vraag ben ik nu even kwijt. Een rechtzetting in plaats van terugvordering. Ja, we proberen zoveel als kan, en ik spreek niet over heel duidelijke fraude, kwalificatiefraude, daar spreek ik niet over, maar we proberen zoveel mogelijk als kan, bijvoorbeeld ook in toeslagen die bedoeld zijn om die inkomensgebaseerd zijn, om het recht te zetten naar de toekomst. En als een bepaalde toeslag of een bepaalde toelage toegekend is op basis van een gegeven wat de overheid al kende, om het dan niet retroactief terug te vorderen, maar om wel een rechtzetting te doen naar de toekomst. Naar de toekomst, ja. Ik krijg bijvoorbeeld vandaag 100 euro en eigenlijk blijkt, op basis van de gegevens die we hebben, en eigenlijk komt er nadien een gegeven binnen dat blijkt van, ja, het was eigenlijk maar 80 euro. Dan proberen we, als er geen sprake is van fraude, zoveel mogelijk te zeggen, oké, wat verworven is, is verworven. Voor de toekomst is dan uiteraard 80 euro. Dus onze focus ligt echt op het zo goed mogelijk proberen toe te kennen van de juiste rechten. Zowel naar de toekomst en naar het verleden, wanneer blijkt dat wij een bepaalde beslissing genomen hebben op basis van een gegeven dat de overheid, waar de overheid over beschikte, ja, dan is dat in de meeste gevallen inderdaad verworven. Mag ik ook een vraag stellen, Mark? Ja, tuurlijk. Wat doen jullie met gezinnen die flexibele inkomens hebben, dus die elke maand een ander inkomen hebben? Hoe lossen jullie dat op? Ja, dat is een bijzondere moeilijkheid. Het inkomensbegrip waar wij naar refereren is altijd tussen 1,5 en 2 jaar oud. Want dat is het fiscaal vastgestelde correcte inkomen. Oude inkomen. Voilà. We hebben wel een wat wij noemen een alarmbelprocedure, maar dat is vandaag nog altijd iets wat ouders zelf moeten in gang steken. Zij moeten dan op basis van inkomensfiches en dergelijke meer, kunnen zij een ander inkomen aantonen. En meer bestaat vandaag niet bij ons. Wat we wel aan het doen zijn, is op dit moment is een project aan het lopen. Ik heb daar eigenlijk wel behoorlijk goede vooruitzichten voor. Om loonfiches, enfin, loonstroken, ik weet niet hoe dat in Nederland heet,
maar maandelijkse loonfiches te kunnen te pakken krijgen om de beslissing op te baseren. Die dingen bestaan, hè, die loonfiches bestaan, alleen zijn die niet zo eenvoudig ter beschikking te krijgen. Maar wanneer we dat zouden kunnen doen, dan zouden we natuurlijk een inkomen kunnen bepalen dat veel dichter bij die 2 jaar ligt en dat bijvoorbeeld 6 maanden oud is. Waardoor je veel sneller bij de, tussen aanhalingstekens, bij de waarheid terechtkomt. Hoe het moeten oplossen voor zelfstandigen, dat weten we nog niet. Maar dan komt het risico, Simon, dat je het steeds perfecter gaat maken, het systeem. Ja, dus je moet ook wel een soort eenvoudige ruwheid, zeg ik altijd, erin houden om het systeem goed te kunnen laten lopen. En het aardige van dat Belgische systeem vind ik ook dat die gezinsconsulenten ook een beetje het vangnet zijn. Naast nog kennelijk ook een noodknop, waar mensen zelf op kunnen drukken. En het aardige van dat systeem van gezinsconsulenten, die een soort menselijke maat toepassen, die wij natuurlijk als overheid ook steeds meer willen toepassen. Die kunnen informatie geven, fouten corrigeren voordat het tot ellende leidt. En zitten veel dichterbij. Als ik een beetje naar die spreiding in Vlaanderen kijk, zitten ze ook heel erg toegankelijk voor de verschillende burgers. En ik vind het ook wel heel fijn. Het is maar een klein ding, maar de benaming van het pakket vind ik gewoon ook wel mooi. Dus je laat veel meer zien wat de politieke bedoeling is van de Belgische regering met deze ondersteuning. Bij ons gebruiken we nog de benaming uit 1936, de kinderbijslagwet, kindgebonden budget, dubbele kinderbijslag, de gemeente heeft regelingen. Alleen al het oerwoud aan namen en etiketten wat we plakken, staat al ver af van wat ooit de bedoeling is geweest van die regeling. En je hoorde Alex zeggen dat het vaak geredeneerd wordt vanuit het systeem of vanuit de overheid of het stelsel. En te weinig vanuit de betrokkenen, of dat nou het gezin of het kind is. Klopt, dat sprak mij al bijzonder aan. Het is maar een klein ding, maar het is wel heel betekenisvol wat de bodem is geweest onder dit systeem. Ja. En dan de plicht om niet alles zo precies te gaan maken dat je daarna weer omvalt door de complexiteit van wetgeving. Ja, klopt, want dat is een van de opmerkingen die Leo ook maakte, was over het niet gebruik van de regelingen. Want eigenlijk kun je wel een hele mooie regeling ontwerpen, maar als het niet gebruik te hoog is, dan bereik je natuurlijk ook niet het doel. En in Nederland is eigenlijk het niet gebruik van de kinderbijslag de meest simpele regeling, inkomensonafhankelijk onder de 1%. Maar al die andere regelingen kennen toch best wel een hoog niet gebruik. En dat zijn nou juist de regelingen die gezinnen nodig hebben met inkomens die te laag zijn. Waar moet ik dan aan denken? Een te hoog? Nou, kindgebonden budget, een regeling die de Belastingdienst uitvoert met het buitenlandse stuk wat wij doen, is 6-10%. Ja, ja. En dat zijn best wel behoorlijke bedragen die inkomensafhankelijk zijn, die dus echt de bedoeling hebben om bij gezinnen terecht te komen met kinderen en lage inkomens. En weten we ook nog of dat vooral gezinnen zijn die er het meest behoefte aan hebben? Ja, dat zijn ook gezinnen die er het meeste behoefte aan hebben. Dat merk je ook wel, zeg maar, als daar dingen fout gaan, dan heb je ook meteen best veel klachten, veel bezwaren. Dus het zit ook heel erg in die hoek. Dankjewel. Nathalie, in Vlaanderen hebben ze het, zeg maar, één platform gemaakt waarop ze alle overheidsgerelateerde gegevens hebben gebundeld. Met overigens ook nog de component, als er een fout is ten koste, of als gevolg van het systeem is, dan wordt het niet in rekening gebracht bij, in dit geval, ouders en kind. Hebben wij zo'n platform in Nederland? Nee. En wat weerhoudt ons om dat te maken? Goeie vraag. Ik ben bekend op mijn goede vragen, maar ik hoop altijd hele goede antwoorden te krijgen. Nou ja, kijk, wij zijn heel anders georganiseerd in Nederland. Onze overheid is heel anders georganiseerd. Wij hebben allemaal, om het even plat te slaan, allemaal specifieke uitvoeringsorganisaties die een specifieke taak hebben. Waar alle processen op ingericht zijn en waar bijbehorende automatisering opgebouwd is. Dus als je informatie wilt bundelen, dan moet je daar koppelingen tussen maken. En dat proberen we ook al heel lang. Ja, maar goed, dan koppel je systemen die zijn van organisaties die een specifieke doel hebben. En dat is nooit eenvoudig. Dat is heel ingewikkeld, ja. Ja. In Vlaanderen. Een vraagje over aan Leo. Ja? Is die gegevensuitwisseling ook volledig met gemeenten? Kunnen gemeenten, lokale overheden kijken in de gegevens waar jullie over beschikken? Is het ook zomaar één overheid in die zin? Het delicate aan de gegevensuitwisseling is uiteraard dat de verordening gegevensbescherming daar een zeer belangrijke rol speelt. En dat wil zeggen dat wij twee dingen moeten doen. Hè. We moeten aan de ene kant zorgen dat we de gegevens gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn te gebruiken en niet voor een aantal andere zaken. En twee, dat we natuurlijk een onderscheid maken tussen administratieve gegevens, medische gegevens en andere privacygebonden gegevens. Ja, die hou je vandaag is dat, nog niet, is dat nog niet helemaal gericht naar de gemeente. Het hangt er een beetje vanaf. In België hebben we een systeem van gemeente en OCMW. Ik weet niet
of u dat wat herkent. Hè. OCME staat dan in voor sociale ondersteuning van mensen die weinig verdienen en zo verder, als gemeentelijke component. Dus bepaalde zaken kunnen zij zien. Maar heel vaak wanneer een cliënt zich aanbiedt bij hen, hè, omdat dat de rechtsgrond geeft om naar dat gegeven te kunnen kijken. Het automatisch gaan onderzoeken, dat moet echt wettelijk voorzien zijn. Maar de outreaching naar de gemeenten is nu langzaam op gang aan het komen. We hebben daar dit jaar nog een initiatief rond genomen, ook op basis van op vraag van de corona. Toestand waarin de gemeenten ook een bepaalde bijstand wilden geven, maar niet wisten aan wie. Terwijl wij weten wel uiteraard wie sociale toeslag bij ons krijgt. Dus die outreaching is aan het gebeuren, maar dit naar de gemeenten is eigenlijk nog niet helemaal uitgewerkt. Maar het interessante, Leo, vind ik wel dat alle organisaties op gemeenschapsniveau, dat daar de gegevens wel gebundeld worden. En dat daar ook, you only ask once, if I got it right... als ik het goed begreep. Dus je mag maar één keer de vraag stellen en dat zit in het overheidssysteem. En als daar een fout wordt gemaakt, dan is het aan de overheid om dat te herstellen. Dus ook die terugblik waar Loes net naar vroeg, ja, die gaat niet ten koste van kind of ouder. En ja, voilà. Dat is eigenlijk een beetje de basis. We werken met een systeem. We aanvaarden de gegevens die we hebben. Precies. En wanneer gegeven niet frauduleus tot stand gekomen is, dat is altijd de nuance. Die koppelen jullie ook nog, hè? Jullie koppelen al die gegevens ook nog. Maar we koppelen die en als op basis daarvan een beslissing genomen is, dan is die beslissing geldig. En dan aanvaarden we de beperkingen, ook al zou later blijken dat we bijvoorbeeld op basis van foute gegevens te veel uitbetalen. Ja. Nee, de fouten van de overheid gaan niet ten koste van kind of gezin. Zitten we nog steeds vast in dat model van al die organisaties die ooit zijn gemaakt met een goede bedoeling? Nou, het is iets rooskleuriger. We hebben wel een paar voorbeelden die hierop lijken. Dus dicht bij mijn huis de loonaangifteketen. Nou, dus we hebben loongegevens van alle mensen die een polis hebben bij ons. Hè. Die gegevens die gebruiken we om bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering te berekenen. In samenwerking met de Belastingdienst. Wie zit er in die gegevens keten? Daar zitten CBS, UWV en Belastingdienst bij elkaar. Ja. Okay. Ja. Maar goed, dat is een deel van het bouwwerk. Als we het dat is een deel van het bouwwerk, ja. Een ander voorbeeld is SUI-keten. Dat is binnen werk- en inkomen domein. Waarbij we gegevens uitwisselen. Dus het is niet zozeer een platform, maar dat is meer een infrastructuur op basis waarvan we specifieke gegevens op het gebied van werk en inkomen, die vastgelegd zijn in de SUI-wet overigens, die wisselen we uit. Ja, jullie delen informatie die van ieder organisatie zelf is, maar ze worden gedeeld. Ja. Dus het zijn meer de koppelvlakken dan dat er één platform of één model is. Ja, daarom zei ik ook, we hebben dat nog niet, maar we hebben wel dingen die erop lijken. Kunnen verbinden. Ja. Okay. Slowly we go. Bij de NS zeggen ze dan goed onderweg, toch? Ja. Ja, nee, dat is ook mijn motto. Het gaat niet iemand aankomen, maar het genieten van de reis. het is geen stilstaan, hè, Mark? Dus nee, daar ben ik nou op zoek. Waar zit de beweging? Nou, ik denk wel dat we meer gebruik zouden kunnen maken van die gegevens. Want die SUI-gegevens, dat zijn nou eigenlijk al allemaal maandloongegevens. Ja. Waardoor je eigenlijk veel dichter op de actualiteit van de inkomensposities van maar dan redeneer je dus vanuit het inkomen, wat de Vlamingen ook doen. Bij Leo uit, hè, als je veel minder dat TMN 1, TMN 2 oude belastbare inkomen hoeft te gebruiken, is er veel minder verschil. Oh, de Vlamingen gebruiken TMN 2, als ik het goed heb. Hè? Ja, toeslagen is volgens mij ook gebaseerd op TMN 2, TMN 1. Okay. Dat is langzamerhand al het opschuiven naar de actualiteit. Maar die loonaangiftegegevens bieden wel veel meer mogelijkheden dan we nu op dit moment benutten. En daarmee zou je ook veel meer en dichter op de inkomenspositie kunnen komen en toe kunnen kennen. Spreek je dat aan om gewoon vanuit het inkomensbegrip te gaan denken? Of alsof je werkt, niet werkt? Hoe je het ook wendt of keert, je zult toch altijd, als je een armoedebestrijding wilt doen, na moeten denken over wat iemand krijgt op basis van het inkomen. Ja. En alles inkomens onafhankelijk doen, volgens mij werkt dat ook niet. Dus dan is het ook wel zoeken naar wat leren we nou van dit type inkomensgegevens die we toch op. Ik zoek naar de vereenvoudiging, waar je in het begin denk ik ook aan refereerde. Nou, de vereenvoudiging zit erin dat je, en dat hebben we ook geprobeerd
probeert samen te vatten in een voorstel wat we als SVB hebben gedaan om de kindgebonden budgetregeling te vereenvoudigen. Ja. Die is inkomensafhankelijk, maar wordt gebaseerd op een oud inkomen. En daardoor krijg je ook dat niet gebruik van 6-10%. Ja, ja. En als je dat combineert met de kinderbijslagregeling, die is inkomensonafhankelijk. En je maakt daar een kop op van een inkomensafhankelijk deel. Dan heb je eigenlijk het voordeel van de basistoekenning van de kinderbijslag. Plus de kop daarop voor de inkomens die dat echt nodig hebben. En dat is een propositie die we als SVB hebben ontwikkeld. En die wel tegemoet komt aan een heel aantal nadelen waar we nu in Nederland tegenaan lopen. En daarbij zou je die gegevens van de SUWI-keten moeten gebruiken. Snap ik. Mark, iets anders. Ja, Loes? Wij werken juist in de actualiteit met toeslagen. Daardoor werken we met voorschotten. En daardoor moeten we juist terugvorderen. Dus ja. Een van de opties in de vereenvoudiging is juist precies andersom. Ja. Ga naar T-2, want dan weet je zeker dat het een vastgesteld inkomen is. En zul je soms met een bijzondere wijziging wel iets extra's moeten doen, maar loop je niet die terugvorderingsproblemen. Ja, dat is vereenvoudiging. Je kan er verschillend naar kijken wat dus juist werkt. Het kernelement waar wij in elk geval van denken dat we ermee op moeten houden is voorschotten. Want terugvorderen, dat vind ik ook zo interessant aan wat Leo vertelde. Recht zetten in plaats van terugvorderen, dat is echt zo ongelooflijk veel. Ja, maar dan moet je ook gezonder in wat je doet voor de manier waarop mensen kunnen vertrouwen op hun inkomen. Dan moet je geen voorschotten meer gaan geven. Hè? Want als je voorschotten geeft, weet je dat je altijd moet gaan corrigeren. Ja, zo is het. Ja. Maar goed, dat betekent dat je dus afstand neemt van een actueel inkomensbegrip. Ja. Wat ook weer nadelen heeft. Maar dan heb je een soort alarm- of noodknop nodig. In elk geval, dat is een van de keuzes die we moeten maken, laat ik het zo zeggen. Mag ik even naar een andere kant, de menselijke maat? Wat spreekt aan in Vlaanderen? Maar hebben wij geen menselijke maat in onze aanpak? In welke aanpak? In de toeslagenaanpak bedoel je? Nou, gewoon, pak maar even het heel breed. Dus we zitten in dat gesprek van ene kant efficiëntie met een goede automatisering, aan de andere kant aandacht geven aan de personen die het betreft. Ja, die dingen worden altijd zo tegenover elkaar gezet. Okay, wat ik heel mooi vind aan ook wat Leo net vertelde, is dat je die twee juist aan elkaar verbindt. Als je je processen goed automatiseert en standaardiseert, dan kun je heel snel producten en diensten klaar hebben staan om die persoonlijk aan te bieden aan de burger. En dat zie je volgens mij heel mooi in deze aanpak. Het proces is helemaal geautomatiseerd. Er zijn fysieke loketten en ambtenaren die met het product onder de arm, bij wijze van spreken, in gesprek gaan met het gezin in dit geval. En ik vind overigens dat wij dat op een aantal plekken in Nederland ook best wel aardig doen. Helpen, hè? SVB doet dat volgens mij prima. Ik vind dat UWV dat ook best aardig doet, zeker in deze coronaperiode. Hebben jullie zowel een fysiek als een digitaal loket? Zeker, ja, zeker. Wat ingewikkeld is en wat een verschil is, is dat wij, denk ik, ingewikkelde regelingen hebben. Ja. En dat als ik naar het verhaal van Leo luister, dan denk ik, dat is dus heel simpel. Je kan het zelf bedenken wat je ongeveer dan kunt krijgen. Sterker nog, het wordt voor je geregeld. Je krijgt het automatisch. En achteraf wordt bekeken of het helemaal klopt. En dan kun je ook nog met een ambtenaar over in gesprek. Wij doen dat andersom. Dus wij gaan eerst helemaal kijken of het klopt. Klopt, ja. En dan geven we een voorschot. En dan gaan we achteraf ook nog voor rekenen. Als je een beetje pech hebt. Ja, prachtig, samen. Maar Simon, dat is... Mark? Ja, Mark? Loes? Ja. Alex en Leo wilden net wat zeggen. Maar je ziet het niet altijd goed op dat scherm. Dus ik maar jij staat wat groter op mijn scherm. En Alex staat wat kleiner. Daarom zeg ik het even. Alex? Ja, helaas word ik een beetje een vaag figuur. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb twee voedingen aangesloten op dit apparaat en hij weigert elektriciteit. We horen goed wat je zegt. Sorry dat ik even niet zag. Bij te dragen. Kijk, wat betreft die menselijke maat, wat mij opvalt, en ik ben ook betrokken bij veel onderzoeksprojecten in het sociale domein. En op termijn ben ik tot de ontdekking gekomen dat als je het geheel overziet, er één groot manco is. En dat is dat de grondslag van welk systeem dan ook, en ik geloof dat men dat in Vlaanderen redelijk goed voor elkaar heeft, is van welk mensbeeld gaan we uit. En bij dat mensbeeld, daarnet hoorde je even wat Leo zei. Ja, mensen die denken, ik werk, dus ik heb er geen recht op.
Dat berust op een bepaalde psychologie die je in je systeem moet verwerken. Maar zo zijn er meerdere psychologieën die aan de orde zijn. Het Nederlandse denken tot nu toe, en dat geldt heel breed, dat geldt ook bijvoorbeeld bij het CIB en bij andere regelingen, is de risico's liggen keihard bij de burgers. En in het Vlaamse systeem hoor je, ja, nee, het risico ligt helemaal niet bij de burgers, want we gaan herstellen voor de toekomst. Dus je zou kunnen zeggen dat de belangrijkste grondslag van het Vlaamse systeem is een zachte hand in de richting van de samenleving. In Nederland hebben we een hele harde hand in de richting van de samenleving. En die omslag, dat is niet alleen systeemdenken, maar dat is ook een cultuuromslag. Dat je, kijk, als je nou eens het volgende formuleert. Stel nou dat je met een systeem in staat bent om 4000 of zeg 40.000 kinderen uit de armoede te houden en te zorgen dat ze goed opgeleid worden. Wat heel mooi zou zijn. Dat is maatschappelijk een gigantische winst. Als je die weet te realiseren, dan is dat een maatschappelijke winst waar je heel veel voor over kunt hebben. Maar een dergelijk idee dat mensen je kapitaal zijn, dat je in mensen investeert en vooral in jonge mensen investeert, dat is onderdeel van de cultuuromslag. En daar kun je ook op een hele andere manier mee omgaan. En die menselijke maat, daar zitten twee kanten aan. Ja. De ene kant is door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid denken is nog geen doen uitgewerkt. Dat is misschien eerder nog een begin dan uiteindelijk een volledig beeld van het geheel. Maar wat kun je nou in redelijkheid van mensen verwachten? Dus dat is een hele belangrijke kant. En de andere belangrijke kant, er wordt gesproken over de menselijke maat. En iedere keer denk ik vanuit mijn verleden als ombudsman, ja, het is een mooie term, hè. Maar waar gaat het nou uiteindelijk om? Het gaat uiteindelijk om de behoorlijkheid. De intentie om mensen altijd in alle omstandigheden behoorlijk te behandelen. En dat is ook een andere cultuur. Hè, want aan de ene kant denk ik dat het heel goed is om te informatiseren. Ik denk ook dat het heel goed is om uit te gaan van bekende SU-bestanden en welke bestanden dan ook. Maar al die bewegingen mogen niet in de weg staan aan het feit dat je van begin tot eind je realiseert. De mensen om wie het gaat, moeten wij behoorlijk behandelen. Dankjewel, ja? Alex. Ik kom zo even bij jou, Leo. Spreek je dit aan, Simon? Ja, heel erg, omdat dit ook wel een beetje het gesprek was wat Alex en ik bij het CIB voerden toen ik daar directeur was. Ja. En je zag dat door de machinerie van het boetesysteem wat daar was, mensen voor de rechter kwamen en straffen kregen opgelegd omdat ze een relatief geringe boete niet konden betalen, die ook nog regelmatig werd verhoogd met allerlei technocratische verhogingssystemen. Van kwaad naar erger ging het. Ja, en het gesprek wat we toen hadden was dat het niet alleen maar zat in het systeem zelf, maar ook in de bedoeling eronder en de cultuur die in de organisatie was ontstaan, ja, ja. Omdat men ook opgedrongen kreeg om het systeem zo uit te voeren. Mm-hmm. En dat is echt nog wel uit de tijd, denk ik, dat bedrijfsvoering heel erg voorop stond en dat we geloofden in geautomatiseerde mechanismes die de burgers zouden dwingen om te betalen. Nou ja, dat werkte dus helemaal niet zo. Nee, dat is de verkeerde ingang. Ja. Ik krijg als van Ron van der Veer de vraag, medewerkers worden bij de SVB gestimuleerd om kritische tegenspraak te geven. Hoe concreet doen ze dat? Mogen ze tegen jou zeggen dat je verkeerde opvattingen hebt? Ja, dat mogen ze gerust. Nee, maar houden ze dan hun baan ook nog? Wat mij betreft wel, want kan ik mijn opvatting ook nog bijstellen als ik vind dat ze gelijk hebben. Maar ik ga eerst wel discussiëren met hen natuurlijk. Maar is dat ook een cultuuromslag in de organisatie, in het denken binnen de organisatie? Nou, ik denk dat het al wel. Kijk, de SVB heeft natuurlijk van oudsher een hele dienstverlenende attitude. Het is natuurlijk altijd een organisatie geweest, in tegenstelling tot de organisatie waar ik hiervoor verantwoordelijkheid voor droeg, die uitkeringen uitkeerde aan mensen die het gewoon hard nodig hadden. Dus dat gen van die menselijke maat en het dienstverlenende en het helpende zit in de organisatie. Ja, ja. Men is dus heel erg dienstverlenend, maar het prikkelen tot het voeren van een scherp debat, dat stimuleer ik wel. Want dat is ook wel bij deze cultuur wel nodig. Die is van nature zacht, dienstbaar. Ja. En ik vind scherpe, zakelijke, inhoudelijke discussies ook nodig.
tot met het punt wat je eerder inbracht, dat als de uitkomst van het toepassen van de regeling niet voldoet aan de bedoeling, dan moet het worden bijgesteld. Ja, en dan ga ik daarmee naar de wetgever. Ja, ja. Leo, ik kom ook even bij jou terug. Toch even ook met een vraag. Hoe gaan ze in Vlaanderen om, die vraag komt van Matthijs Schoenze, met gescheiden of samengestelde gezinnen, als het gezin het uitgangspunt is? Ja. Zit er een complexiteit in? Daar zit zeker complexiteit in. Een complexiteit die we zelfs laten toenemen hebben met het nieuwe groeipakket. Maar het standaard, waar we standaard van uitgaan, bij elke regeling, tenzij er een vonnis is, een rechterlijke vonnis, die wat iets anders zegt, en dan voeren we dat uiteraard uit. Maar we gaan standaard uit van gelijkgedeelde huisvesting. En we gaan ook standaard uit van het feit dat de beide opvoeders verantwoordelijkheid blijven dragen voor dat kind. Ik denk dat sommige mensen, ik heb ook al dat soort brieven gezien, die zeggen, jullie zijn een stelletje utopisten, want dat bestaat natuurlijk niet. Maar goed, ik betwist dat. In heel veel gevallen gaat dat gewoon goed. Er komen ouders of opvoeders die uit elkaar gaan overeen waar het geld moet gestort worden. Dat is dan heel vaak een kindrekening. En als er een sociale toeslag is, dan kijken we naar de twee kernen, de twee inkomenskernen. Gaan we kijken als er nieuw samengestelde gezinnen zijn of als een van beiden, als ze beide alleen zijn of een van beiden is nog alleen, dan gaan we gaan kijken naar de twee kernen. En waar er kan toegekend worden, kennen we toe. Dus eigenlijk proberen we daar heel wat rekening mee te houden. Maar we hebben een default option. Als ouders echt niet overeenkomen, of als opvoeders echt niet overeenkomen waar het moet gestort worden, dan wordt het gestort bij de jongste. Voilà. Waarom de jongste? De jongste ouder? De jongste ouder of opvoeder, ja. Echt waar? En waarom die? Omdat niet de oudste is. Of omdat... Dus discriminatie op leeftijd, Leo? Ja, absoluut. Wat nog kunnen zeggen, de grootste schoen... de grootste schoenmaat. Ergens moet je een beslissing nemen, maar dit komt echt. Als je kijkt naar het gros van de gezinnen, gaat dat gewoon goed. Ja, ja. Dus en ook hier geldt, probeer niet alles zo te verbijzonderen dat je voor elk probleempje nog een nieuwe oplossing bedenkt. Hè? Voilà. Dankjewel. Leo, jij zei even dat het 2011 begon met de beslissing op staatsniveau. Menno, hoe gaan wij dat doen? Het kost ons dus minstens 8 jaar om iets te implementeren. Nee, ik moet zeggen, ik begin me wel een klein beetje zorgen te maken. Dat is heel goed. Want als ik dan Simon en Nathalie zie, ook vanuit de uitvoering, dan gaat het wel heel erg over een bepaalde regeling die je uitvoert. En dan zie ik eigenlijk die doelgroep niet zo centraal staan. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of dat wel zou kunnen. Zou het mogelijk zijn om een groeipakket voor het gezin in Nederland te hebben? In België is het ontwikkeld voor 6 miljoen mensen. Ja. In Vlaanderen. Wij zijn met 17 miljoen. Kunnen we die doelgroep echt centraal stellen in plaats van die processen? Nou huren ze mensen jou in om daar een advies over uit te brengen. Dus wat zou je advies zijn? Ja. Nou, ik denk dus dat we minder moeten organiseren. Eromheen moeten organiseren. Ja, maar die organisaties bestaan al. Ja, en dat betekent dus dat je misschien wel naar een fundamentele herontwerp moet. Dus we eindigen dit debat waarschijnlijk tegen 6:30 met alle organisaties worden opgeheven en er worden nieuwe gemaakt. We gaan het hele systeem omgooien. Kijk, onze attitude verandert. Ja, Het zou buitengewoon onverstandig zijn. Dan ben je zo 10 jaar bezig met naar je eigen navel staan. Op zoek naar de doorlooptijd. Van. Ik wou net zeggen, dat gaan we toch regelen. Nee, maar wat ik, zoals de politiek dus niet iets kan opleggen aan uitvoeringsorganisaties, zo zal een organisatieadviseur dat ook niet doen. Nee, dat zou dus ik denk dat het heel goed is om die uitvoeringsorganisaties zelf daar ook over na te laten denken. Maar ik ben gewoon echt oprecht benieuwd naar het antwoord. Ja. Simon? Nou, ik vind het wel de echte moeite waard om, zeker nu we voor de opgave staan, om het toeslagenstelsel te herontwerpen. Die opdracht ligt er gewoon vanuit de politiek. Dus waarom zou je nou die gelegenheid niet aangrijpen om na te denken, wat was nou eigenlijk de bedoeling onder die huurtoeslag? Wat was eigenlijk de bedoeling onder die zorgtoeslag? Wat was eigenlijk de bedoeling onder die... Nou, dan kan ik nog met 3-4 doorgaan. De kosten van woning, van huurwoningen kennelijk dempen. Rondom het kind. Dus als je weer terug gaat naar die bedoeling en dan opnieuw gaat kijken naar hoe kunnen we dit nu op een betere en eenvoudige manier regelen, waardoor we ook een hele hoop ellende voorkomen die we nu hebben meegemaakt en ook leren van de Vlamingen,
dan zou dat echt de moeite waard zijn. Die kans ligt er nu eigenlijk wel om dat te gaan doen. Maar dit is iemand wat me intrigeert, dat zal in mijn vraag naar mij. Dat kost ongelooflijk veel tijd om dat. Nee, dat hoeft niet. Nee? Oké, want? Nou, wij hadden het hiervoor al even erover. Ja? Bij de kapstok notabene. Simon en ik bedoel ik dan, hè? Ja. Jullie praten niet tegen de kapstok. Nee, we stonden bij de kapstok en toen hadden we het hierover. Ja. Dat je dit natuurlijk best snel zou kunnen doen. Maar dan moet je een aantal dingen accepteren. Mooi voorbeeld is de NOW-regeling. Ja. De bedoeling was om werkgelegenheid op peil te houden, overeind te houden. Ja. En dus hebben we samen met SZW een regeling bedacht en ontworpen die zeer eenvoudig van aard is. Tegelijkertijd een zeer eenvoudig proces daarbij gebouwd met ondersteunende IT. Hebben we dat binnen een aantal weken live gekregen. Nou, dat is een extreem voorbeeld. Dat moet je niet altijd zo doen. Maar het kan wel. Het kan ook niet altijd, maar het hoeft niet 8 jaar te duren. Het kan sneller. Alleen, daarbij moet je dan wel accepteren dat je, volgens mij werd het net al gezegd, zo'n nieuw proces buiten je bestaande organisatie en naast je staande organisatie bouwt. Dat die hele NOW-regeling is buiten jullie organisatie? Is buiten ons bestaande IT-infrastructuur gebouwd. Ja, klopt. En met Mark? Ja, Loes? Ja, shoot. Nou, kijk, in de voorbereiding voor de nieuwe periode hebben we wel degelijk vanuit de doelgroep gedacht. Dus wat er klaar ligt in scenario's is echt vanuit de doelgroep. En ik was eigenlijk wel blij toen Leo zei dat, dat er ook in Vlaanderen nog steeds andere toeslagen naast bestaan. Want wij merken dat als je alles in één wil doen, dus en huurtoeslag en zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag, en daar een soort systeemoplossing voor wil waar iedereen alles in één keer krijgt, dan gooi je te veel voor mensen door elkaar. En dan kijk je niet goed genoeg naar. Dan is het dus heel moeilijk om de doelgroepen goed recht te doen. En het is wel degelijk de bedoeling om juist vanuit de kinderen de volgende periode te kijken. Wat helpt daar nu? Er zijn ook scenario's voor hoe je inhoudelijk kijkt naar kinderopvang. Want dat gaat ook over. Daarom vond ik dat participatiebegrip in Vlaanderen ook zo mooi. Wij zien dat als kinderen uit groepen die moeilijker meekomen al heel vroeg naar de kinderopvang gaan, dat ze veel betere kansen krijgen, veel betere uitgangspositie. Ze groeien, ja. Er is dus, ja, zo is het. En ook voor de algemene groep is dat ook niet nadelig of zo. Dus het is een soort maatschappelijke win-win. En het doet ook iets. We hebben ook een beetje een gestold debatje over ouderschap in Nederland, waarbij je automatisch door een nasty combinatie van culturele normen en hoe wij de voorziening hebben ingericht, altijd in een ander halfmodel belandt. Dus zowel vanuit de economische zelfstandigheid van de ouders als de participatie van kinderen is er een hele mooie, rijke benadering om naar die opvang te kijken. En Simon heeft al een voorstel gedaan over hoe je de kindpropositie, misschien goed toch nog iets om iets over te zeggen, Simon, dat kan een onderdeel daarvan zijn. Dus ik heb het idee dat Dat mogelijk kan zijn. Ja, nou, en dat dit ook wel een beetje een moment is om nog even terug te wat Alex zei in het begin. Hè? Als eerste statement, kom nou met regeerakkoorden die open zijn. Dat hebben we nu, dat heeft de tijdelijke commissie uitvoering net geconcludeerd in de Tweede Kamer. Dat zoals SGO ook volgende periode weer agenderen, maar is ook inmiddels in het kabinet geconstateerd als in elk geval iets waar ze zulke harde lessen gehad nu. Ik denk dat dat wel op het netvlies staat. En ook dat dit keer in die fase ook de uitvoering meteen aan tafel zit. En wat ik hoop, is dat we de ruimte krijgen om op doelen nu echt stappen te gaan maken. Wat je zegt, hoop, je vindt het een voorwaarde, Loes. Het is meer dan hoop. Dit is cruciaal om het te kunnen doen. Ja, zeker. Maar zeker, dat is zo. Dat is een kader randvoorwaarde. Maar soms breng je hem in en denk je, ik weet het niet, maar ik ben er eigenlijk heel erg vrolijk gestemd over. Ik denk dat het nu gaat gebeuren, dat dit de verandering wordt. Dit is onvermijdelijk. Simon, ben je positief? Nou ja, ook omdat die kans er nu ligt naar aanleiding van de problemen met de kinderopvangtoeslag ook de onuitvoerbaarheid van het toeslagenstelsel, ligt er gewoon echt een kans om het opnieuw op te bouwen. En dan zou ik inderdaad er ook heel erg voor zijn om vanuit het kind te gaan denken. En de bedoeling die we hebben met die uitkeringen die we in het kader van de groei van het kind ook toekennen. Maar ook met de schuinoog te kijken naar hoe ragfijn we nu die uitvoering versnipperd hebben georganiseerd. Ja, nee, daar was ik benieuwd naar. En als je daar
ook vanuit die uitvoeringskant niet aan meedenkt en over meedenkt en voorstellen doet. Dus niet alleen maar reageert op wat wij aangedragen krijgen, maar ook zelf assertief zijn in wat wij eigenlijk aan eisen daaraan stellen, zodat het uitvoerbaar blijft. En die combinatie vindt van grote massale ICT-systemen die ronkend en zonder contact nou werk doen en maatwerk. Ja. Dan kun je volgens mij een stap vooruit zetten en deel ik het optimisme van Loes ook. Heb je dan iets nodig wat Nathalie net zegt van bijna een parallel systeem waarin je een nieuw automatiseringsconcept probeert te ontwerpen? Wellicht wel. Als je er heel veel tijd voor nodig hebt, 1-2 kabinetsperiodes, dan, ja. is het ook de moeite waard om dat op die manier te gaan doen. Omdat ik ook wel wat beducht ben voor het verder gaan sleutelen aan systemen die al 30 jaar hun werk gewoon goed doen. Mooi onderhouden en hun werk goed laten doen, maar niet te veel verbouwen. Nee. Oké, maar dat betekent dat je ook een tijdje moet accepteren dat nog niet het antwoord er is. Nee. Dat klopt. Daar zijn we niet zo goed in. Nee, dat is waar. Maar dat wordt de politiek ongeduldig. Dat betekent dat wel perspectief kan helpen. Hè. Dus je zult altijd lange lijnen moeten laten zien van waar je naartoe wilt. Dat is ook voor de politieke ambities belangrijk. Maar ook betekenisvolle kleine stappen daarnaartoe. Dus maatwerk en dat idee van die gezinsconsulenten wat ik in België zag, kan ook heel erg helpen om de deficienties in het systeem wat we nu hebben te voorkomen of te ondervangen. Ik denk dat dat de voorwaarde is. Maar hebben wij zoiets als die consulenten die Leo noemt? Nou, die mooie naam hebben wij natuurlijk niet. Maar iets wat erop lijkt? Echt geweldig, past ook heel goed bij het groeipakket. Ja? Ik denk dat onze medewerkers in het veld die klantcontact hebben, die burgers helpen, die het niet snappen of die in een ingewikkelde situatie zitten of die fout hebben gemaakt. Ja, die kunnen we daar heel goed voor inzetten. En dat nieuw type ambtelijk vakmanschap, ook een woord wat we in de brief naar de Kamer hebben opgenomen. Ja, dat gun ik echt onze medewerkers, dat we daar naartoe groeien. Ja, nee, overigens ook al een oud woord, als ik het even mag noemen. We hebben het als Vereniging Overheidsmanagement ook al eens vaker op de agenda proberen te zetten. Mag ik wat vragen, Mark? Ja, Loes. En ik ga zo meteen ook even de mensen die online zijn erin brengen. Loes, ga je gang. Ja, helemaal goed. Nee, ik was heel benieuwd. Alex, hoe beluister jij dit tot nu toe? Je hebt best wel veel zorgen over gehad over hoe het ging en gaat. Heb je ook veel geadresseerd. Je begon ook weer kritisch. Ik ben benieuwd hoe je dit beluistert. Nou, waar ik net naar zat te luisteren was iets wat ik zou willen noemen intenties. En ik ken natuurlijk heel lang het UWV en de SVB en ook de Belastingdienst, de IND destijds, het CIB ook. Wat mij opvalt, dat is als ik kijk naar de SVB in het verleden, maar ook zeker het UWV. Dat zijn organisaties die hadden eigenlijk altijd een soort ethos, een uitvoeringsethos, van waaruit ook gezocht werd naar methoden om een bepaalde houding ten opzichte van de burger te hebben. En ik ben daar ook bij betrokken geweest in die zin dat ik heb de buitenwereld heette bij het UWV, waarbij iedere UWV weer in de rol werd geplaatst van degene die afhankelijk was van het UWV. Maar ook bij de SVB heb ik dat soort processen meegemaakt. Ik denk dat vanuit het ministerie, en dat is ook de zorg waar jij naar vraagt, vanuit het ministerie, maar dan denk ik ook zeker van de politieke aansturing van het ministerie, gekeken moet worden naar de grote waarde die in dit type organisaties kan liggen. En dat die grote waarde in die organisaties ook de grondslag kan vormen voor vernieuwingsprocessen. Dus als er gediscussieerd wordt over nieuwe organisaties, dan ben je heel erg lang bezig. Dan ben je 10 jaar bezig met nieuwe organisaties die dan ook nog eens een keertje met iets nieuws moeten beginnen. Maar ik zou willen kijken, waar in Nederland vind je nou een grondslag voor positieve ontwikkelingen? En dat zit vaak in organisaties. Ja. Daarbij denk ik wel dat je ook heel goed moet kijken naar de gemeente. Ik noem even één illustratie die ik heel interessant vond. Ik ben betrokken geweest bij onderzoek naar verstandig handhaven. Dat speelde zowel op gemeentelijk niveau als op het niveau van de UWV. En daar ging het erom dat, ondanks de nogal drastische wetgeving, die mensen die in de handhaving zelf zitten, die hebben een bepaalde intentie en die weten ook hoe ze op een effectieve manier dat moeten doen. Ook bij gemeenten kan het zijn dat daar heel sterk een idee leeft van, als we het zo doen, dan komt het goed.
En dat idee van als we het zo doen, komt het goed, dat vormt eigenlijk de basis voor goede uitvoering. En dat was ook destijds in de Belastingdienst zo. Ik bedoel, de historie van de Belastingdienst is ook van hele hoge kwaliteit. En heel lang heb ik de Belastingdienst juist ook als voorbeeld genoemd van een hoogstaande organisatie. Maar dat sluit aan bij wat Simon net benadrukt. Het vakmanschap van mensen in de organisatie, maar vakmanschap in de meest ruime zin des woords, ook de instelling en de attitude die men heeft en de ervaring, die is eigenlijk een beetje platgewalst door de afdeling politiek en de afdeling beleid. Zo zal ik het. Ja, dit is uitlokking, hè? Ja, dit is uitlokking. Nathalie? Nou ja, Ik ben van beleid geweest. Ja, ik ook wel eens. Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. En dan zou ik niet zozeer willen zeggen door de afdeling politiek en beleid. Maar doordat we volgens mij in Nederland met z'n allen het voor iedereen zo goed mogelijk willen regelen. Ja. En dus voor iedereen uitzonderingen willen maken. Hè? Want bedoel, we zitten hier nu even ook te reflecteren op die politiek, maar dat zijn we natuurlijk ook allemaal zelf, hè? Ja. Dus dat wil ik ook even gezegd hebben. We zijn het zo goed aan het regelen dat we daar bijna in vastgelopen zijn. Zo is dat. En ik ben het erg eens met Alex. Ik vind het ook heel mooi hoe hij dat verwoordt. Ook wat hij net zei over menselijke maten. Waar het vaak over gaat, en dat weten we allemaal, want we hebben vast ook allemaal wel eens een keer een baan gehad, dat is misschien wel lang geleden, waarbij we zelf aan de balie, achter de balie zaten om mensen te helpen. Of zelf de telefoon opnamen om met burgers te praten. Dan is het altijd een combinatie van vakmanschap in de zin van dat je weet hoe wet en regelgeving precies, in elkaar zit. Dat je je onderbuik een beetje mee laat spelen. Van nou, dit is hier voelt het wel, hier voelt het niet goed. En dat als je twijfelt, dat je daar met je collega over spart. Hè. Die drie dingen, dat is het. En dat is volgens mij ambtelijk vakmanschap. En doordat we heel veel processen hebben gepropt in werkinstructies. Tot op extreme details aan toe. Ja. In combinatie met hele hoge werkdruk en automatisering toegepast om te besparen. En niet om te automatiseren om het sneller en makkelijker te maken. Hebben we denk ik heel veel van dat ambtelijk vakmanschap. Nou ja, laten we maar even zeggen. In de back-offers, naar de back-offers geduwd. Hè? Die mensen zitten vaak, die hebben de ruimte niet meer. En dat moet wel weer terugkomen. Ja, oh nee, dat is uit mijn hart gegeven. Waarbij ik overigens naartoe vroeg, Simon, dat ook het woord precedentwerking heeft onze organisatie compleet verlamd. Want we zijn bang een uitzondering te maken, want die moeten we rechtvaardigen. En dan is het nog niet eens jurisprudentie, maar dan gebruiken we het alles een soort dreigend zwaard om iets niet te doen. Om iets niet te doen, ja. Ik nog een aanvulling op Nathalie. Ik denk ook dat het denken in processen ook niet heeft geholpen. Want doordat we overheidsorganisaties ook heel erg langs de lat van rechtmatigheid en procesdenken en lean anders zijn gaan inrichten. En dat heb ik natuurlijk in mijn carrière ook gedaan. Ben ik me zeer bewust van. Heb je ook dit type vakmanschap eruit geduwd? En moeten we ook wel van ver komen om het weer tot bloei te laten komen? Maar ik ben het wel helemaal met Alex eens dat er zit in de basis van elke organisatie, overal waar ik gewerkt heb, zit een gevoel bij dat vakmanschap. Ja. Dus als ze mij vragen, wat voor vak heb jij geleerd? Ik zeg, ik ben belastinginspecteur. Zo ben ik begonnen. Dat is mijn vak wat ik heb geleerd. Ik vul mijn aangifte nog in en de toeslagenformulieren van mijn schoonmoeder. Daardoor weet ik op hoe ingewikkeld het is. Nee, digitaal. Oh. Dat nog wel. Ja. En ik zie ook hoe knap het is wat de belastingdienst in die formulieren allemaal wel voor invult. Dus ik zie ook de vooruitgang van die organisatie. Ja. Maar dat vakmanschap is soms heel erg ver weggeduwd. Ja, het is het vakmanschap wat jullie zeggen en het gevoel en het hart. Of het sensitieve vermogen om te kijken wat er nodig is. Ja, misschien mag ik nog even, voordat er een misverstand ontstaat. Wat ik net bedoelde was niet zozeer een organisatie naast je staande organisatie maken. Hè, maar het gaat even om je proces en de IT-ondersteuning. Dus als je het sneller wil doen, dan moet je het niet in je staande organisatie maken. Want dan moet je bestaande processen en bestaande IT-systemen aanpassen. En dat zou zonde van de tijd en het geld zijn. Ja. En ik denk zelf dat daar, als het gaat over de, hè, want dat is toch een beetje de zorg hier van, dat is een hele grote omslag. En hoe maak je dan die omslag met elkaar? Ik denk dus dat je ook altijd op twee gebieden bezig bent. En dus aan de ene kant ben je aan het vernieuwen. Dan ga je dingen echt op een andere, nieuwe manier doen. En aan de andere kant ben je nog steeds bezig met de bestaande processen die je aan het verbeteren bent. En er is dus een moment dat beide ook naast elkaar bestaat.
En ik denk, wat ik veel zie, is dat we toch een beetje terugvallen op het verbeteren, op voorzichtig dingen aanpassen. Ook een beetje vanuit de politieke druk, omdat we bang zijn om fouten te maken. En daarmee eigenlijk achterwege laten dat we de echte vernieuwingsslag maken en echt op een andere manier ergens over na gaan denken. En dat ook niet meer in de luwte kunnen doen. Dus die lange lijn een beetje kwijtraken. En eigenlijk steeds aan het reageren zijn op incidenten. En op het moment dat die incidenten ontstaan, dan zie je ook dat die politiek aan boord komt. En dan krijg je eigenlijk ook een beetje een politieke sturing. Maar ja, en daar ontstaat een vicieuze cirkel. Bestaat in jouw organisatiekennis dan niet de mogelijkheid om dat wel parallel te doen? Wat je nu kan verbeteren, moet je doen. Maar je moet niet nalaten om na te denken of iets wat op langere termijn een beter antwoord is. Nee, het eenvoudige advies is eigenlijk dus ook om die twee processen in jouw organisatie naast elkaar in te richten. Ja, dus zorg ervoor dat je gewoon een groep mensen hebt die zich echt op die lange termijn richten. En ook afgeschermd zijn van die korte termijn incidenten. En dan heb je ook een groep mensen die zich met die korte termijn bezighouden. En dat zijn ook twee type, verschillende type personen. Kan dat? En er zit iets tussenin, Loes, hè, ja. Nog. Wat wij natuurlijk wel... Ja? Nou, de harde les met kinderopvangtoeslag was natuurlijk dat er wel gewerkt werd aan een nieuw stelsel. Maar dat ondertussen niet werd gewerkt aan de... onvoldoende werd gewerkt aan de problemen die er al waren. Ja. Ja. En als we één ding hebben geleerd, we hebben daar veel harde lessen geleerd, maar dit was er wel één van. Dat betekent dat als je naar nieuwe stelsels of benaderingen gaat voor wat je doelgroep nodig heeft, daar kom je niet in één keer. En het is belangrijk om ondertussen toch ook stappen te zetten die het makkelijk maken. Want we hebben het nu, het is echt te complex. En wat ik zelf nog wel een moeilijke vind, is dat punt wat Alex het ook aansneed, dat mensbeeld. Je ziet nu de verschillende wetgevingscomplexen gaan uit van een verschillend mensbeeld. En dat moet integraler. Hè, want daardoor bijvoorbeeld in het sociaal domein zijn we er ook wel eens in geslaagd om wetten tegen elkaar, bijna tegen elkaar in. Dat professionals in de gemeente als het ware professionele ruimte op moeten nemen om de menselijke maat te kunnen toepassen. In plaats van dat je een eenduidige benadering hebt. En integraal, die ook voor burgers en professionals in de praktijk integraal is toe te passen. Maar dat kan alleen maar, Loes, als je het nog verder vereenvoudigt. Want ja, elke precisie die je daarin aanbrengt. En vanuit hetzelfde mensbeeld. Ja. En met alle inzichten die we daar nu maar van hebben. We helpen ons even met het mensbeeld. Loes, hebben we een mensbeeld dat mensen niet deugen en een mensbeeld dat mensen wel deugen? De meeste mensen deugen, dat weten we nou toch wel. Ja, nee, maar ik was even op zoek. Welke mensbeelden hebben we dan? Nou, dat dus. Maar en inzicht in het toepassen van, WER weten ze nog geen doen, wat we weten uit gedragskunde. We weten gewoon ook letterlijk steeds meer. Ja, misschien en één ding weten we heel erg zeker. Een theoretisch mensbeeld met een theoretische prikkel die afstandelijk is vormgegeven, die doet het niet. Nee, gevoel. Ik zit ondertussen kijken naar de techniek. Ik weet niet of mensen willen inbreken of een vraag stellen. Kan dat? Want dat betekent dat iemand zijn microfoon moet aanzetten of kunnen jullie dat regelen? Mag ik het proberen? Johan Strieker hier. Hoor je mij, Mark? Nou, ik weet niet of Johan inmiddels zijn beeld heeft uitgezet. Nu niet meer. Ik had beter wel kunnen doen, zie ik. Maar, ja. Dag Johan. Hallo Mark. Ontzettend interessant. Mag ik één vraagje stellen aan de gasten? Ik dacht in de presentatie van... De Belgische variant gehoord hebben dat de geschillenbeslechting van de uitvoering ook in de beleidskern plaatsvindt. Is dat ook niet een heel mooi... waarom is dat mooi, Johan? ...organisatiemechanisme? Nou, we hebben het altijd over de feeling die je aan de beleidskant met de uitvoering moet hebben. Ja. Dit is natuurlijk wel een heel mooi middel om die feeling te behouden en om ook in de praktijk te zien van wat werkt er wel en wat werkt er niet. Ik zag het in de presentatie van Leo en ik dacht, God, dat is misschien wel een heel mooi organisatieprincipe. Ik geef de vraag even door. Ja, dit klinkt bijna als opvoeding van beleid. Ik vind wel de leerzame kant die eraan zit, die spreekt mij aan. Ja. Maar het is volgens mij wel heel ingewikkeld te organiseren. Ik vind het ook wel heel belangrijk dat in uitvoeringsorganisaties ruimte is om beslissingen die daar worden genomen ook daar te toetsen. En dan heb je daarna wel weer stappen om in bezwaar en beroep en klachten in te dienen. En volgens mij heb je nu al een proces van burgerbrieven op departementen waar ook daar antwoord op wordt gegeven. Dus daar zit eigenlijk ook al wel een soort leercirkel.
Maar ja, het is wel revolutionair, dus dan vind ik het altijd moeite waard om erover na te denken. Oké. Okay. Johan, wat gebeurt. Maar Leo, zit de geschillenbeslechting niet bij jou in jouw organisatie? Maar wij hebben eigenlijk een breed systeem van getrapte geschillenbeslechting. Ja, ja. Dus de eerste geschillenbeslechting zit wel degelijk bij de uitvoerder. Ook, ja. Wij hebben, dus bij ons in het agentschap, in de eerste instantie, wanneer iemand vragen, problemen of motief, wat heeft recht hij zich op zijn uitbetaler? Dat is eigenlijk de basis. Wanneer dat niet lukt, dan kan die officieel klagen en dat kan bij ons in het agentschap. Maar wij kunnen die klacht behandelen, wij kunnen daar een oordeel over vellen, maar wij kunnen in principe niemand verplichten om iets te doen. Wij zijn een soort klachtenbehandelaar. Maar als iemand zegt, goed, ik ben het met een bepaalde beslissing echt niet eens en ik wil dat hier recht gedaan wordt, dan kan die naar die geschillencommissie, die een administratief rechtscollege is, en die inderdaad bij de regisseur zit, om die weg te halen van de uitvoering, dus om die onafhankelijkheid daar te garanderen, met als bijkomstigheid uiteraard dat op dat moment de regisseur die de link maakt met het beleid ook onmiddellijk ziet waar de mensen het meeste problemen mee hebben. Een regisseur is in onze taal de beleidsorganisatie. Dat is de beleidsorganisatie, ja. Ja. Dat is eigenlijk de achtergrond. Maar wat mij opviel is dat er maar heel weinig geschillen waren. Ja, dat klopt. Omdat heel vaak de zaken opgelost worden via de voorliggende circuit. Ja. Zijnde de klachtendienst, het klagen bij de uitbetaler zelf. En we hebben ook nog een ombudsdienst boven ons staan die daar ook mee omgaat. Dus we vangen echt heel veel op eerste lijn en via bemiddeling. Ja, ja. Vooraleer dat het zover gaat. Ook dat probeer je te voorkomen dat het in een geschil of een bezwaar eindigt. Ja, ja. Snap ik. Mark, dat hebben we. Loes? Dit kennen we wel op zekere manier. Hoor. We hebben een landelijk escalatieteam waar ingewikkelde casuïstiek, waar mensen klem komen tussen organisaties, waar dat geagendeerd kan worden met als idee dat of nou, daarmee de oplossing kan worden geboden. Alleen omdat het er is, probeert men dat van tevoren al op te lossen. Dus dat geeft al een boost aan de oplossingen. Ja. En als er dan in de oplossing die nodig is iets uitkomt wat met het systeem te maken is, dan heeft dat meteen de feedback loop naar het beleid. Want daar zitten dus ook beleidsmensen in. Die trappen zitten erin, snap ik. Ik moet even op de tijd letten. Johan, ik hoop dat je een antwoord hebt gekregen. Dus je mag jezelf weer uitschakelen en kijken of er nog een andere vraag is. Mijn naam is Evert Verkade. Ik heb ook een vraag aan het panel. En daar zou ik eigenlijk twee bevindingen voor aan elkaar willen koppelen. Het eerste is het verhaal van Leo van Loo dat in België het accent heel erg ligt op recht zetten en niet op terugvorderen. En het tweede is dat natuurlijk in de parlementaire ondervragingscommissie wel ook heel erg aan bod kwam dat de Tweede Kamer heel erg heeft gestuurd op fraudebestrijding de afgelopen jaren. En mijn vraag aan het panel is dus eigenlijk het volgende. Zou om de hele transformatie waarover we eigenlijk de hele café aan het spreken zijn niet enorm bespoedigd worden als in het regeerakkoord wordt opgenomen dat het accent dus komt te liggen op dat rechtzetten in de komende periode en minder op fraudebestrijding. Heb je die uitspraak in het regeerakkoord niet nodig om deze transformatie van de grond te krijgen? Dat is mijn vraag. Ja, volgens mij hoorde ik Loes al heel geïnteresseerd deze twee begrippen gebruiken. Loes, is dat een idee? Dat dit een suggestie is voor het regeerakkoord? Nou, mijn indruk is eigenlijk dat kabinet dat al heeft uitgesproken in de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslag. Oké. Is dat voldoende, Simon? Nou, kijk, wat mij ook wel opvalt in de verschillen is dat de bedragen in België geringer zijn dan in... Overzichtelijker. Zeker, en daarmee overzichtelijker en daarmee is de schade en de pijn veel dat vind ik interessant. Overzichtelijker. Maandbedragen, zelfs met bijstelling, als ik het goed begreep. En uiteindelijk ook de beslissing dat als dan een fout in het overheidssysteem is, dat je dat niet corrigeert. Maar het zijn de kleine bedragen die ook het veel hanteerbaarder maken. En gespreid over elke maand? Ja. Ja, maar er zit natuurlijk... hoi Ever trouwens, leuk om je weer te zien, lang geleden. Er zit ook een soort draagvlakvraagstuk onder, hè? En dat bedoel je? Nou, dat... we kennelijk, ik spreek maar even generaliserend, vinden dat elke mogelijkheid op misbruik en oneigenlijk gebruik en fraude uitgebannen moet worden. Over mensbeeld gesproken, terwijl je ook kan zeggen, we hebben hier gewoon grote groepen mensen die hulp nodig hebben, die ondersteuning nodig hebben. En dat willen we zo goed mogelijk regelen. En af en toe, dan valt er iets tussen wal en schip of hebben we het niet helemaal precies.
kunnen we niet helemaal precies goed zien of dat geld dan ook juist besteed wordt of niet. Dat is een hele politieke afweging. Ja, maar goed, het interessante is, je had dan net ook een voorbeeld van bij het incassobureau, dat als je blijft jagen op het incasseren, dan kun je misschien eindigen met een nog groter probleem dan dat je had. We hebben hier ook in deze zaal vaak over schuldenproblematiek gesproken. Dat als je alleen maar bezig bent de schuld te incasseren, dan leidt het uiteindelijk niet tot een oplossing, nog voor het individu. Nee, en dan ga je van kwaad naar erger. Dus dat is een attitude, dat is een instelling. Ja. Maar goed, volgens mij hebben we nu toch wel het fase bereikt dat fraudebestrijding niet het hoofddoel meer is. Nou, Mark, dat vind ik ook niet zo. Nee? Ja, shoot? Nee. En als wij burgers vragen wat vinden we het belangrijkste dat SZB doet, dan is op nummer 1 fraudebestrijding. Is dat echt zo? Ja, maar wacht even. Nou kom ik ertussen. Ja, doe hier Alex. Gebeurt iets heel gevaarlijks. Hier gebeurt echt iets heel gevaarlijks. Alex. Namelijk, ik heb onlangs op LinkedIn een grafiekje getoond waar dus de perceptie van de fraude enorm is. Dus Nederlandse mensen denken dat er enorm gefraudeerd wordt. Daar wordt iedere keer in de politiek, in de media op gehamerd. Ieder incident is er één heel groot en heel verschrikkelijk. Terwijl als je gaat uitrekenen bij het UWV, bij de SVB, wat is de werkelijke fraude? Dan kom je uit in niet 1%, niet in 0,1%, maar in 0,001%. En natuurlijk, iedere fraudegeval is verschrikkelijk. Maar het beginpunt moet zijn dat er uiteindelijk in dit soort systemen heel weinig fraude is. En je moet ze, zeg maar, meer fraude veilig maken dan op dat bestrijden iets leggen. Want dat is in de afgelopen 10 jaar geweldig ontspoord. Geweldig. Waar komt dat gevoel dan vandaan, Alex? Nou, laat ik dan heel duidelijk zijn. Ik heb het eerder in het Nederlands Juristenblad geschreven dat fraudebestrijding is een goed verkooppunt voor politieke partijen. Je deugt als politieke partij wanneer je zegt wij zijn tegen de fraude, omdat dat enorm aanspreekt in de samenleving. En dat is een soort zichzelf ontwikkelende mythe geworden, die volstrekt onzin is. Loes? Ik denk dat we hier wel, wat ik heel erg hoop, is dat het gewoon evenwichtig wordt. Want we zien ook gewoon grove fraude. Bij de PGB, we zien op verschillende plekken. En hoe meer kwetsbaarheid, hoe meer fraude. Dus wij proberen in ons beleid ook op te letten dat je niet als het ware bijna uitlokt. Grote bedragen geven is natuurlijk ook een vorm van niet heel handig nadenken over je misbruik, de risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik. Dus je kan ook iets doen in dat het risico beperkt is. Maar wat ik nou hoop is dat we op een soort stabiele koers komen, waarin het normaal is om goed na te denken hoe fraudegevoelig is de regeling en dat zoveel mogelijk te beperken. En dat als er echt grof fraude wordt gepleegd, dat dan ook wel wordt aangepakt. Nee, maar en Loes, de dienstverlening. En niet steeds van het ene naar het andere uit. Want daar ben ik echt heel hard. Nee, dat snap ik. Maar goed, volgens mij heb je de punten te pakken. Je moet het zo maken, dus wat Simon ook zegt, maak de uitkering zo overzichtelijk dat het niet over grote bedragen gaat. Maak het systeem zo min mogelijk kans op fraude. Dat lijkt een veel intelligentere benadering dan dat. En dan blijft overigens ook in Vlaanderen en er ook fraudebestrijding daarnaast. Maar dan gaat het niet over grote getallen. Ja. Oké, ik weet niet of je een antwoord op je vraag bekreeg, maar je had in ieder geval iets losgemaakt bij ons. Dankjewel. Ik ga op de klok letten. Heb ik nog een vraag uitstaan, dan kan dat. Ja, laatste vraag. Ja, goedenavond, meneer Mariette Winsemius. Hoi. Hi, als oude vertegenwoordiger zijn wij heel blij dat we nu naar een nieuw systeem kunnen gaan. Maar wat ik ook mis in de hele discussie is het beeld wat er nu van uitvoeringsinstanties is ontstaan. Zeker na de kinderopvangtoeslagaffaire. De Belastingdienst heeft hier ook last van. En dat ouders eigenlijk niet meer durven aanvragen. Omdat het systeem zo moeilijk is. Omdat ze ervaren dat het druk is, het duur is. Dus ik was heel benieuwd hoe panelleden dit zien. Dankjewel. Simon, is dat de opmaat naar gewoon automatisch toekennen? Geen aanvragen meer? Dat zou natuurlijk wel helpen. Maar ik denk ook dat er een angst is ontstaan door alle publiciteit die er natuurlijk is geweest nu over het terugvorderen en de problemen waar ouders in zouden kunnen terechtkomen. Ik merk ook wel dat het onderwerp van gesprek is in het gesprek wat ik heb met mijn klantenadviesraad, waarin ook ouders en ouderen vertegenwoordigd zijn. En dan merk je ook dat dit zijn weerslag heeft op de
angst, laat ik het ook zo formuleren, die er voor de overheid aan het ontstaan is. En wij horen eigenlijk een overheid te hebben die gekoesterd wordt door de samenleving. En het tegenovergestelde is er eigenlijk aan het gebeuren. En dat vind ik eigenlijk ontzettend jammer als overheidsdienaar. En daar hebben we echt wel wat tijd voor nodig om dat vertrouwen weer terug te winnen, hoor. Dus daar ben ik helemaal met je eens. En ja, we kunnen dat alleen maar oplossen, denk ik, door in onze voorlichting heel transparant en laagdrempelig te zijn. Mensen te helpen, in het nieuwe ontwerp eenvoud voorop te zetten. En op die manier langzamerhand ook alweer het vertrouwen in die overheid. En daarmee ook ons mooie democratische systeem, zeg ik maar even achteraan, weer terug te krijgen. Dat moeten we weer terugvinden. Lukt dat, Nathalie? Ja, ik ben daar wel hoopvol over. Ja. Wat ik ook erg belangrijk vind in aanvulling op wat Simon zei, is dat we... Kijk, overheid bestaat ook uit mensen. Hè? We zijn mensen die voor mensen aan het werk zijn. Dus er worden ook fouten gemaakt. En ik denk dat het heel goed is als we ook nog wat transparanter zijn over wanneer we die fouten dan maken. En ook hoe we die aan het herstellen zijn. Want ja, dat doen we eigenlijk altijd. En soms duurt het wat langer dan de bedoeling is. En dan is het ook goed om daar open en eerlijk over te zijn. En wat daar dan heel erg bij helpt, hè, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. En vertrouwen is ook een wederzijds mechanisme. Dus burgers hebben het recht op te kunnen vertrouwen op hun overheid. En vice versa vraagt dat vertrouwen kunnen hebben in je overheid ook een beetje. Dat wij als overheid, hè, wij zijn ook net mensen, dat wij ook een beetje kunnen vertrouwen op dat jullie geloven dat wij echt elke dag heel hard ons best doen om het beste voor iedereen te doen. En ik denk dat als we dat weer met elkaar, die balans, hè, die weer een beetje kunnen vinden, ja, dan zijn we op de goede weg. En ik ben daar behoorlijk hoopvol over. Oké, maar dan geven we de overheid gewoon een gezicht. Ja. Ja. Precies, ja. Want dat heeft het ook. Het is, ja, geen, het is niet alleen een instituut. Nee, het is geen bouwwerk, zeggen mensen. Nee, mensen van vlees en bloed, mensen die met hun hart aan de slag zijn. Dat is dat. Ja. En je kiest met overtuiging om te werken voor de overheid. Dankjewel. Ik ga afronden met het oog op de tijd. Loes, ik begin even met jou. Ik begon even met de vraag, wat hoop je dat naar orde komt? Maar daarna kom ik bij elk van jullie nog even terug met, wat had je altijd nog willen zeggen nu je in zo'n debat met mij dit gesprek mag voeren. Loes, hebben we het goede gesprek gevoerd? Ja, nou, wat mij betreft wel. Het geeft gewoon weer een nieuwe en extra inspiratie. Hè. Wij voelen dat was de echt dat de komende periode het grote verschil gemaakt kan worden en gemaakt moet worden. En hier zaten gewoon heel veel ingrediënten bij die daarbij gaan helpen. En ik hou toch hoop dat we goed staan voorgesorteerd, ook nu de hele uitvoering zich nog een keer heeft uitgesproken. Ja. Dat is ook net een uitgebreid verhaal naar de Kamer over werk en uitvoering, waarin we samen zeggen, en ook het kabinet erbij, hoe belangrijk het is om juist om voor de mensen en de bedrijven de dingen te kunnen doen die nodig zijn. We daar ook echt de randvoorwaarden creëren. En hier zaten elementen in die daarbij hielpen. En ik hou echt inspiratie uit die rechtzetting in plaats van terugvordering en die participatie van het kind centraal stellen vond ik heel erg mooi. En ik word altijd weer vrolijk, alhoewel die echt verschrikkelijk streng is, Alex, heeft hij ook altijd hele mooie woorden om ons dan toch ook weer te inspireren, waaronder dat uitvoeringsethos, schitterend. Dus ik haal je weer veel uit, dank. Dankjewel, Loes. Alex? Dankjewel, Loes, voor je aardige woorden. Ik noem één onderwerp wat ik zelfs tot en met Verenigde Staten heb kunnen uitventen. En dat was het onderwerp de interface. Als ombudsman heb ik een interface ontwikkeld tussen overheid en burger om een ingewikkeld complex systeem op een goede manier te verbinden met burgers. Ik heb ook in Europa dat toegepast bij innovatie en onderzoek, omdat dat ook een ingewikkeld systeem was. Maar ik bied jullie graag aan het verhaal over de interface tussen overheid en burger, omdat dat volgens mij een hele belangrijke bijdrage kan leveren bij het structureren waar het om gaat, zodat je ook het goede mensbeeld voor ogen krijgt. Dankjewel, Alex. Leo, we hebben jouw kennis mogen gebruiken om een gesprek ook over Nederland te hebben. Hebben wij het goede gesprek gehad? Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Wat ik wel merk is dat ook ik er ontzettend veel uit geleerd heb. En dat kenmerkt zich dan in zeer mooie woorden. Maar die ook het verhaal dat we hier in Vlaanderen proberen te schrijven toch ook wel weer
ondersteunen. Daar zaken als ambtelijk vakmanschap, uitvoeringsethos. Ook bij ons is het zo dat de uitvoering niet altijd, ik zeg niet altijd, maar ook niet altijd, het belangrijkste is. En dat zaken als ambtelijk vakmanschap en het zo goed mogelijk proberen te doen. Uw menselijke interfaces zo goed mogelijk inzetten om de fijnmazigheid en de complexiteit van de huidige realiteit te kunnen, mensen daarin te kunnen helpen. Ook dat heb ik vanavond toch geleerd, dat we die strijd en die inzet moeten blijven voeren, want dat die kritiek is om de regeling goed te maken. En dat is geen wat ik vanavond uit dit debat meeneem, en dat heeft me eigenlijk gesterkt in die overtuiging. Dankjewel, Leo. Menno, ben je nog steeds bezorgd? Ik zou nog één punt willen toevoegen, wat op zich wel hebben aangeraakt, ja, maar niet helemaal. En dat is toch, zet de politiek niet achter het stuur van de uitvoering. Zo, oké. Ik nog een hele avond mijn best doen om geen politiek gesprek te voeren. Dankjewel. Maar laat ik er nog één ding aan toevoegen. Ja? Ik denk een hele eenvoudige en overzichtelijke eerste stap zou kunnen zijn dat we straks een nieuwe Kamer hebben met nieuwe Kamerleden. En dat die allemaal een keertje op bezoek gaan bij die uitvoeringsorganisaties. En niet met de rode loper, maar gewoon echt eens een keertje kijken hoe het daar gaat. En echt eens een keertje meelopen. En echt eens een keertje naast zo'n balie zitten. Om gewoon te horen wat de echte verhalen zijn. En ook die ambtenaar daar ook in de ogen te kunnen kijken. Dankjewel. Simon. Als je de Kamerbrief goed leest die bij het TCU-rapport is geschreven, dan zijn ze dat ook heel erg van plan. Dus ik ben heel benieuwd, maar ik ben hartstikke met je eens. Maar dan moeten ze niet op bezoek komen, dan moeten ze gewoon een dag achter het loket gaan zitten. Ja, en of je daarmee, zeg maar, je ontstijgt wel het niveau van alleen maar reageren op een mailtje wat je één keer per maand van een klagende burger krijgt. Ja. Ik vind het wel een hele grote stap vooruit. Maar er is wel meer te doen dan alleen maar achter de balie zitten, als je wat van de uitvoering wilt weten. Ik werd vandaag wel heel erg geïnspireerd door het gesprek en toch ook wel door dat Vlaamse model, want het zet mij toch gewoon aan het denken, van naamgeving tot systeem, tot dienstverlening. En het inspireert mij ook, Leo, om op mijn kleine postzegel grond mijn bijdrage te leveren aan het vereenvoudigen. Je hebt een vliegdekschip onder je kont. Ik probeer een beetje de bescheidenheid te imiteren van Leo, maar dat lukt me niet helemaal, geloof ik. Toch die bijdrage te kunnen blijven leveren aan het herstel van het vertrouwen in deze mooie overheid in Nederland. Dankjewel, Natalie. Dankjewel. Nou, ik vond het ook heel inspirerend en ook heel mooi om hierbij te mogen zijn. Ik heb eigenlijk nog een laatste gedachte die ik met jullie wil delen. Ik zou het zo mooi vinden als we niet meer spreken van uitvoering. Want bij uitvoering zit zo'n connotatie dat je dan wet en regelgeving uitvoert. Ik zou het mooi vinden als we met elkaar kunnen spreken over publieke dienstverlening. Omdat in die dienstverlening ook zo de notie zit dat je het voor doelgroepen doet. Dat de dienst centraal staat die je levert aan degene die dat nodig heeft, in plaats van de wet en regelgeving die uitgevoerd wordt. Punt. Prachtig, ja. Ik heb net een groot verhaal over leiderschap geschreven en daar heb ik het voorbeeldje van de Haagse wethouder genoemd. Die zei, er stond een streep bij het gemeentehuis Den Haag, blijf achter de streep. En dat hebben ze toen veranderd, blijf voor de streep. Dat maakte deel uit van de totale omkeer. En de uitvoering is inderdaad vanuit de overheid gedacht en niet vanuit degene aan wie je de diensten verleent. Mag ik jullie bedanken voor jullie bijdrage. Dank ook voor deze slotronde. Dank deelnemers. Sorry dat ik jullie wat minder in het gesprek heb kunnen betrekken. Maar ik hoop dat jullie het wel een mooi gesprek hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval een fantastisch onderwerp om met jullie over te mogen stoeien. We sluiten hierbij af. Op 30 maart hebben wij een volgende reuring online. Dan gaat het over de ambtenaar. Dan komen we overigens bij het onderwerp vakmanschap nog terug. We kijken 200 jaar terug. Wat hebben we gedaan? Wat is het allemaal over ambtenaren gezegd in Nederland? Maar het gaat uiteindelijk over het trots zijn van ambtenaren. Dat hebben jullie mooi aangeraakt. Dus ik hoop dat als je dat interessant vindt dat je weer aansluit. Dank voor het bijdragen en dank voor het deelnemen. Goedenavond.